Ik snap waarom ik alleen maar pijn heb gehad. Omdat ik mijn eigen waarde niet inzag. Dus dan ga je automatisch, ga je dan, um, als jij pijn hebt, andere mensen pijn doen. Hey, het is iets wat ik meteen herken in een vrouw: hè? vuur, passie. Zo'n vrouw die uh, de taak op de neemt om elke dag op zijn minst één iemand te motiveren naast haarzelf. Stel je voor, je hebt een off day. Maar naast jouw zijde heb je een bosslady die in je oor fluistert: hm. Get up, baby. Go get him, baby. Shine on him, haters, dus, papi. Als ik mijn fantasie erop los, laat je dat dat is wat ik me voorstel. En despalatien. ik denk dat jij zomaar zo'n vrouw zou kunnen zijn. Dankjewel. je zijn wat complimenten. Je komt uh, met heel wat complimenten binnen, dus uh, thank you. En het valt me gelijk op: je zegt geen ja en geen nee. Dus je laat het nog even mysterieus. Denk je dat over jezelf? Dat je dat in je hebt voor een partner? Hè? Want ik zie je dan wel dagelijks mensen motiveren via inspirational uh, uh, video's op social media. Maar denk je dat je hetzelfde zou kunnen betekenen voor een partner? Duizend procent. Duizend procent. Of meer zelfs, denk ik. Wauw. Geen is toch aan je zijde? Wauw. Dat ja, is toch net wat anders? En dit is precies, dit is precies oh, ja. de reden waarom jij hier bent vandaag. Want ik keek naar jou. Ik zeg, ik vind haar een potje interessant. En ik ga er ineens bescheiden over doen. Uh, en, 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 en check. Jij doet leuke dingen. Uh, je houdt presentaties uh, vaak over je levensverhaal, met trauma's en al. Uh, zoals ik al zei, uh, je maakt dagelijks video's, inspirational video's, die drop je. Wil ik, zo, maar ik ben benieuwd naar waar dat vandaan komt. Je maakt ook pokus. Allemaal doop, maar wat ik daar niet uit kan halen. En dit is streed op mijn nieuwsgierigheid. Hè. Ik ik je eerlijk zeggen? Want je bent een leuke vrouw. Dus ik denk, is er iemand die haar hart masseert? Dat is wat ik me afvraag. Wat is je status? Mijn status, mijn status is wel uh, bezet. Oh, bezet. Ja, mijn oh, oké, okay, dat wist de... ik niet. Ja, ja, oh, ja. dus jij bent dan eigenlijk, ik denk, dat gelijk jij bij iemand die het redelijk onder low houdt, uh, privé. Jawel. Ja, ik, ik loop er niet mee te koop of zo. Ik Want ik heb dat geen dat... foto's gezien, geen video's. En je maakt veel foto's en veel video's, maar dat heb ik niet voorbij zien komen. Mm, kan, maar het is maar de manier hoe je het neerzet, denk ik. Van, hoe, hoe zet je iets neer? Oh, dus ja. tussen de lijnen door kan je eigenlijk erachter komen dat je. kunnen we je verliefd noemen? Misschien, misschien. Dat je verliefd bent? Ja, dat wel, jawel. Toch wel? Ja. Oké, is het een beautiful thing? dat wist ik niet. Ja. Ja, dan hebben we geen reden om te praten met elkaar eigenlijk, man. Hoezo, hoezo niet? Nee, is Is een beautiful uh, Oké, okay. I love it. Uh, de stilte valt omdat ik je aan het peilen bent van hoe verliefd ben je? Uh, en ik kijk dan naar de glimlach. Oh, maar volgens ja. mij zit dat goed. Jawel, zeker wel. En, 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 en wat heeft diegene moeten doen om jou te voorover dan? Of kwam het van jouw kant? Uh, in dit geval is het gewoon denk ik iets wat vanuit een vriendschap is ontstaan. Ja, het is vanuit een vriendschap ontstaan. Dat was ook niet eerder, ja ook niet eerder meegemaakt. Dus vanuit een vriendschap ja. Oh, dat is de eerste keer, zeg jij? Ja, ik ben. Uh, ik kom wel van een, denk ik, een gebroken plek, waarbij ik een heel ander beeld had, sowieso qua liefde. Ja. En dan ja, naarmate je groeit en ontwikkelt... ga je er ook anders in staan. Precies. Dus dan uh, is het ook van wie jij bent en hoe jij bent, dat trek je ook wel naar je toe. En jij zegt: je komt van een gebroken plek eigenlijk. Dus je keek al anders naar de liefde. Ja. Dat is interessant uh, dat je dat zegt. En heeft dan deze relatie, of merk jij dat je helemaal anders opstelt nu in deze relatie dan je vorige ja, relaties ik, of ervaringen? Nee, ik kies ervoor om gewoon gezonde opstelling te hebben. Zie je dat soort wat je zegt? Oh. Want check, uh, het maakt niet uit of je nou uit de Haagse Schilderswijk kom, Amsterdam-Belmer of Rotterdam-Spangen, een of andere hoed in Nederland. Eén ding moet je niet onderschatten, en dat zeg ik altijd tegen mensen die niet weten. Uh, we hebben het nog altijd beter dan heel veel andere mensen in deze wereld, dat voorop. Maar wij maken ook dingen mee uh, die uiteindelijk uitkomen tot trauma. En soms weten we dat niet eens. Pas als je ouder wordt ga je terugdenken en denk je: hé, hey, volgens mij ben ik getraumatiseerd. <laughs> ja. uh, en misschien ook in de liefde. Oh, laat, me dit, la, 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 laat me dit vragen. Jij komt uit Amsterdam Noord, toch? Uh, die... Deels, ik heb Deels. echt op heel veel plekken gewoond, maar goede jaren, ook Amsterdam Noord. Goede jaren. Want ik wilde eigenlijk vragen, uh, waar heb je je meeste trauma meegemaakt? Ik denk dat dat gewoon iets is wat onderdeel continu is geweest van mijn leven, wat zich heeft als een soort patroon is blijven herhalen, herhalen, herhalen. Ja. totdat ik het door had van oké, okay, ik moet patronen gaan, doorbreken, verbreken, stuk breken en loslaten. Ja. En dan uh, ja, besef je wel van oké, okay, heb wat dingen meegemaakt. Ja, precies wat ik zei, toch? Dan word je ouder en denk je van... Hey, ik heb best wel wat dingen meegemaakt. Want op dat moment lijkt het vanzelfsprekend. Vooral als je om je heen kijkt en je denkt dat... Hé, hey, het, het is normaal. Iedereen verliest iemand of... Iedereen, whatever, vul het maar in. Ja. Even voor Ik zweet hier. We gaan zeggen dat het door jou komt. Ja. Geef mij maar de schuld. Keeping it real, sunny hier. Oké. Okay. Neem maar check. Dan denk ik terug aan... Hoe ben jij opgegroeid als meisje in de hoed? Kan je omschrijven wat voor meisje jij was vroeger? Uh, wat voor dus, wat dus laten we zeggen, net voor tien en tien jaren. Ja. En dan ga ik je uitleggen waarom ik die vraag stel. Ja. Wat, wat, wat voor meisje was je rustig? Ging je mee met de boys, ging je mee met de wilde meids of zat je thuis opgesloten? Nee, ik denk dat ik in dat, dat uh, zeg maar op zich wel echt altijd hetzelfde ben geweest. Super ambitieus. Yeah. Um, ik ben altijd een grote dromer geweest. Um, prima kon ik op mezelf spelen. Ik kon ook wel met anderen spelen. Uh, Jongens of meisjes? Uh, voor mijn tienerjaren jaren denk ik beide eigenlijk. Ja. Het is gewoon van. Ja. Want ik heb hier zomaar het vooroordeel. Ik denk dat jij met heel veel jongens optrekt, namelijk. Ja, dat klopt. komt voornamelijk om uh, de familie, zeg maar, waar ik vandaan ben gekomen. Yeah. Dat, um, ik, had, ik hoefde niet per se met vrienden of vriendinnen te spelen, omdat ik gewoon heel veel neefjes en nichtjes, zeg maar, heb. En daarin zijn de jongens een beetje in uh, ah. de meerderheid. Ja. En dan, ja, je gaat wel leren voetballen, je gaat wel leren fietsen. En als je nu oppast, ook die fiets hop, En je gaat wel leren hooghouden en in een boom klimmen en weet ik veel wat voor dingen. Dus ja, zeker, dat soort dingen heb ik allemaal gedaan. Maar. Ik heb ook uren met mijn Barbies gespeeld. Dus het is een soort van ja, ik weet het niet, beide. Maar ik kan me dan ook voorstellen, dan word je ouder. Uh, je noemt voetballen en al dat soort dingen. Maar je zal dan ook van dichtbij zien van oh, zo gaan jongens, met meisjes om. Oh, zo denken ze echt over meisjes. Nou, maar da daarom zeg ik je al van: op het gebied van liefde, nee, ja. dat is gewoon. Um, nee, Wat was dat? Dus zo keek ik er Precies, gewoon naar van wat dat was is, dat? Van dat het is niet ja. iets wat ik uh, zelf persoonlijk serieus nam of zo hoor. Ik vond het omdat je zag hoe jouw uh, jongens uh, om je heen omgingen met vrouwen. 100%. Honderd 100%. Procent, honderd procent. Ja, het heeft gewoon invloed op je. Vanaf jongs af aan dat je ja. gewoon, bijvoorbeeld als je uh, je eigen vader die uh, buiten vrouw heeft of watsoever, mm -hmm. um, dan groei je op. Heb je weet ik veel, ooms, neef, weet ik veel wat allemaal. Um, je hebt zelf een broer, je hebt verschillende dingen. Niemand dus, die traditioneel. Nee, het is de cultuur Whatever, waarin we opgroeien. Dus de cultuur heeft het gewoon zo gemaakt dat je... Um, en het is niet per se misschien cultuur, want ik, iedereen moet zelf weten wat ze willen zijn. Ja. Monogaam of wat je ook wilt doen. Um, maar ik denk wel dat daarin heel veel mensen pijn en verdriet worden gedaan. En dat is misschien niet zo goed in wat er gebeurt. En dat gaat dan weer gepaard met leugens en dit en dat, noem het maar maar op. Mm. En dat is geen liefde. Ik denk dat als jij zegt cultuur, dan ga ik het breed trekken. Of het nou Antilliaanse cultuur is, Caribische cultuur of Dominikanen of Suriname zelf. Uh, laat me een voorbeeld nemen. Laat me het bij onszelf houden. Ik weet bijvoorbeeld dat als jij geen, als jij geen vrouwen hebt, dat dan zo'n vrouw denkt: wat is mis met jou? Ik wil jou ook niet. Die attitude. Ja, maar in principe is er niks mis mee... als jij meerdere vrouwen wilt hebben, meerdere mannen wilt hebben. Dat moet je helemaal zelf weten. Of een man die meerdere vrouwen heeft. Ja, maar ik denk dat er allemaal niks mis mee is. Maar wees je dan wel, die persoon dan... die dan dat ook gewoon straight op eerlijk tegen iedereen zegt... Ja. en respecteert het ook als iemand dat niet wil. Ja. Maar dat doen we helaas niet. We gaan liegen, zeggen dat ja. iemand alleen de enige is... en dat soort dingen. En daar gaat het mis. Want ik weet niet of het misschien... Een, voor de een werkt één op één. Misschien moet iemand wel meerdere vrouwen, meerdere mannen hebben. Maar wees daar wel eerlijk. Ga niet mensen voelen en voor de gek houden. En dat doen we helaas. En die man die, die glimlach tevoorschijn over. De, toen ja. ik net begon over Ben je verliefd? En nu weer ja, trouwens. Yeah. Uh, mag die ook meerdere vrouwen van jou? Ik vind het, weet je wat ik wel zeg maar echt leuk vind. verrassend vind zeg maar. Yeah. Het feit dat je al een man zeg maar meteen zegt. Oh, dat is Omdat, true. That ja, is dus true. begrijp je? Dus dat is wel iets waarvan Ik zeg, oké, okay, grappig. Yeah. Maar um, in dit geval is het geen man. Maar um, yeah, ja, love die, die glimlach, ja, die is daar wel gewoon, ja. Dat kon alleen een vrouw tevoorschijn halen. Dat is eigenlijk wat nee, we hier een man, zeggen. Nee, <laughs> een, uh, een man zou het ook kunnen, maar in yeah. dit geval is het een vrouw. Oké, okay, leuk, begrijp leuk. Hey, is nou, dat, maar ik, is dat... uh, ik discrimineer niet. Hé, hey, maar check. En ik ook niet. Yeah. Maar check wat hier gebeurt. Want ik zit dus vol interesse naar jou te kijken. En ja. dat is precies nu. Dit is, dit is, dit is, dit is dus, dit bewijst het. Ik kan dat niet halen van jou. van wie masseert daar hard, wordt daar hard gemasseerd en nu deel je dit met mij. En dat vind ik mooi, dat, dat, dat vind je dus niet zomaar in alles wat jij deelt van jou kan. Nee, maar het is toch ook niet uh, nodig? Nee, het is niet per se van ja, helemaal. Ik, ik, wil... ik vind het gek zeg, it. maar ik weet niet, wat is jouw uh, um, interesse, mannen, vrouwen, uh, wat val je? Wat denk je? Dat weet, dat weet ik niet, daarom vraag ik je. Ik het graag in vrouwen Oké, Oké, okay, okay. maar volgens mij kom jij niet ergens binnen en dan zeg je... Um, mijn naam is Gillian en ik ben hetero. Nee, klopt. En waarom moet ik ergens binnenkomen en mijn naam is Des en ik ben bi? Nee, maar behalve dat... Ik had er als, dus we het, over... als we een gesprek hebben, ja. dan kunnen we het erover hebben. Van, ah, je weet toch dit klopt. of dat, maar ik vind het altijd zo gek. Van, ja. Ja. Het is niet iets wat je aankondigt en wat je hoeft aan te kondigen. Nee, nou, ik ben gewoon... gewoon maar vrienden. je zou denken tussen alles wat je deelt, dat ik ergens wel zou oppikken. hè? Een man die jou interessant vindt, van hey, volgens mij is zij uh, gezelliger dan ik denk. Volgens mij, wat ik altijd zeg, je bent bi, zeg je. Ja. Volgens mij is zij verwend en steekt zij de hand in een onderbroek en zegt ze: whatever erin zit, ik kan er wat mee. Na, <laughs> na, <nah>, niet whatever. <laughs> het is niet zozeer wat er in de onderbroek zit. Yeah. Ik denk wel dat het belangrijk is van wat diegene gewoon draagt. als... Yeah. Uh, je mindset, je, je, hoe je emotionele ja, 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 ja. status is en je ziel en zo. Dus het gaat wel net wat verder en, als... En hoe zij emotioneel met jou klikt dus in ieder geval? Uh. Maar nu begrijp ik het verhaal. Het begon als vrienden. Ja, klopt. Ja. Uh. En dat is dus uitgegroeid tot... Uh, op zijn minst een glimlach die je ook nu niet gaat kunnen verbergen. Go. Uh, ja inderdaad. Ik ga stuk. <laughs> uh, ja, uh, die steeds uit. tevoorschijn komt. Hey, it's a beautiful thing. Maar dat is wat ik bedoel. Dat, dat kon ik niet. Uh, uh, je, je hangt er niet aan de klok natuurlijk... Maar soms zie je mensen kunnen niet laten om te delen van je bent zo verliefd, maar je hebt discipline. Maar dit ja, is, maar Gilly is love niet, line, Bruut is toch, eerlijk over liefde. Maar het de is liefde. toch ook niet iets persoonlijk om te delen? Nee, nee, nee zeker, niet, ja. zeker niet. Maar de ene kan zich beter inhouden dan de andere. En het is ook niet iets dat ik vind van. Het is nu pas, dus het is iets waarvan ik denk van hé, hey, het is ook nieuw voor mij. je? Het is niet dat ik zeg van hé. Hey, Deze relatie of een relatie met een vrouw? Um, überhaupt denk ik echt een relatie wat op gezond iets gebaseerd is. Wa wa waarom noem je twee keer gezond op? Wat ben je gewend dan? Dingen wat Talk niet like gezond shit. zijn. Ja, dingen wat niet gezond zijn. Dus dat bedoel ik van en hey, ik heb ook gewoon mij uh, mijn hele je hebt hand een in de erin? hele hand in de pap, dus niet alleen een vinger, hele hand, dus in, Maar dat bedoel ik zozeer van um, liegen, um, niet eerlijk echt? zijn. Um, dat heb ik ook wel meegemaakt. Um, gewoon verschillende Agressie. dingen, begrijp je? Ja, tuurlijk. Um, Ook vanuit jouw kant. Mm -hmm. I love it. Ja? Nee, dat is niet gezond. Oh, I don't, <laughs> don't, moet... I don't love it. Nee, nee, nee. nee ik lig gewoon, oh. I love it. <laughs> ik lig, nee, I love nee, nee, nee. it. Nee, Daar kan je toch niet van houden? <laughs> even, weet toch, als je gewoon even logisch nadenkt, is dat niet nee, gezond? Nee, nee, nee. Van nou, man. Dus dat is wel iets waar ik de afgelopen jaren gewoon op een gegeven moment heel anders naar ben gaan kijken. Want mm -mm, jij uh... zegt dat, hè? En uh, uh, dat komt hier. Dus ik ben een Neandertaler, a.k.a. heteroseksuele man. Ik probeer dan, uh, dan twee vrouwen bij elkaar te bedenken in een ruimte. Ik zeg altijd, man, vrouw is al moeilijk. Vrouw, vrouw, my Die emoties, die ruzies moeten op zijn next level zijn. En, 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 en het goed maken ook. Maar we gaan even over die ruzies hebben. Die zal ook op zijn next level zijn. Of is dat vooroordelen, inderdaad? Het gekke van alles, en daarom zeg je, dit is nieuw... is ik heb nog niks van ruzies meegemaakt. Begrijp je? Dus dit is nog gewoon iets van nieuws. Van, ik, ik, het is zelf of dat ik ben het verwerken van... Ik vraag het is gewoon vers, lijkt vers gewoon vers. Ja, oh, je wil de, de tijdlijn niet opfokken van die andere schatjes, dat je denkt van hey wacht even, jij nee, wat? Nee, met o, tijlijn, nee, nee de tijdlijn klopt. Nee, nee de tijdlijn klopt. Maar het is, vers. Het is, is ja, vers. het is gewoon vers. Oké, okay, oké, okay. oké. Okay. Nee, let's celebrate. Let's cele Laat me geen roet in het eten gooien <laughs> nee, door te real te praten. Nee, je kan gewoon real praten. Daar zit ik. Ik heb niks te verbergen, okay. te verschuilen. Uh, dit was je eerste keer dus zonder gezonde relatie en eigenlijk met dat je gewoon oorloud in een relatie gaat met een vrouw. Want je hebt spelen, ja. Uh, ja, interesse ja, ja, ja. toont. Ja, ja, ja. Dit is gewoon een relatie met een vrouw. Uh -huh. Spannend voor jou. Eerlijk. Waarom? Omdat het de eerste keer is. Ik, ik, ik. Nee, maar het is, niet, het is niet iets van spannend. Van, ja, wat is spannend? Spannend ah. dus nu, het is toch wat anders dan met een keel gaan? Ja, maar. Oh, het is, je, je, maar, maar wat is daar zo anders aan dan volgens, volgens jou? Ik, ik ga net een voorbeeld, de emoties, die, maar ook de understanding. Zij weet precies wat zat met jou. Maar, weet, maar, weet, je, maar weet je hoeveel mannen er zijn die ongezond zijn? Ja, ja, I know, o I know. Emotionele wrakken zijn. Zit je daar dan? Nee, maar en ook heel veel vrouwen, hè? He? Dus ik Begrijp zeg je? Is... Dus het. is gewoon ja, die, persoon, ook, die persoon. Dus het gaat niet zozeer om, is het nou een man of een vrouw? Het gaat om dat je gewoon iemand hebt die zelf bewust is... van persoonlijke groei en ontwikkeling. En als ik dan ook daar bewust van ben, van persoonlijke groei en ontwikkeling is de kans best wel groot dat het match. Als iemand de waarde kent en die andere persoon ook zijn waarden, dan match dat. Maar als je nou in een relatie zit met jij kent je waarden, iemand anders kent niet hun waarden, ja. dan ja, gaat het moeilijk. Is en true. als je is alle true. twee erin stapt zonder waarden, ja, dan krijgen we pijn op. Dus ik snap waarom ik alleen maar pijn heb, heb gehad, omdat ik mijn eigen waarden niet inzag. Dus dan ga je automatisch, ga je dan, um, als jij pijn hebt, andere mensen pijn doen. Ja. Verdriet. Creëert verdriet. Dus ik, ja, ik snap het. Ze waren mijn les om te leren. En nu zie ik van... hey. Ik, ik mag dit zo meemaken. Dat zelf soms beseffen: hmm, geen ruzie is raar. Of hmm, dit, je wacht er een beetje op. Ja, is, is, vers, ook nie, is, is ook niet gezond. Nee, man. Soms was het in het verse en niet zo vers. van Nee, dit is wel iets waarvan ik kan zeggen: nee. Het voelt goed. Als het het gewoon, voelt goed is eigenlijk ja, wat je zegt. Als je gewoon kijkt naar al die. Je hebt wel wat vergelijkenissen: van, nee, maar er moet altijd wel iets zijn of dit. Ja. Of. Uh, ja. man, niks, man. Hey, nee, I love it. Jee, ik ben ja. blij. Ja. I Celebrate love, ja. absoluut. Ja. Ja. Ruzie maar... maken over wimpers plakken. Wat zeg je? Wimpers. Nee, plak mijn wimpers. Maar dat, dat zeg ik net. Dat is precies wat ik net zeg. <laughs> maar dat is toch geen ruzie? Ja, nee, 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 gewoon, nee. Ik had het dat over van gewoon... het moet anders zijn. Nee, maar het is... is kadar, je, het hoe, sowieso hebben jullie understanding. Oh, zij maakt bijvoorbeeld uh, 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 PMS of al dat soort dingen. Uh, PM wat? PMS of uh, allerlei vrouwen dingen. Ja, ik ga het breder ja, ja, ja. trekken. Je hoeft niks uit te leggen. Ze ja. weet WhatsApp. Begrijp je? Waarbij mannen en vrouwen nog wel eens kunnen bokken. Daar kan, kan je niet ontkennen. dat het... Uh, dat dat gedeelte in ieder geval is zo, oké, okay, dat hoef ik in ieder geval niet uit te leggen. Ja, gelukkig. Waarom ben je zo vandaag? Hoe? Nee, de, 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 de vrouw zegt: waarom ben je vandaag? Uh, oh. Weet ik veel? Vrolijk oh. of? Uh, ja, nou, nou, blijft al. Ja, 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 ik, ja, ik, ja Maar je bent ben, vers in de game. Ik ben nog langer. Uh, ik ga nog langer met vrouwen dan jij. Ja, ik ga. Nou, denk je? <laughs> ik, ik heb gezegd een relatie. Dat is. Oh, relatie. Ik zeg, ja, dat ja, je zeggen dat je ervaringen. <laughs> ik heb in ieder wel. Andere toch, maar dat is anders. Ja. Ik nee, maar zo. dope. I celebrate being in love. Leuk, leuke fase ja, ja, leuk. voor jou ook. <laughs> ja, nee, want jij bent van het inspireren. Jij bent van het motiveren. En hoe beter het met jou gaat, je, het kan allemaal leuk en aardig dat, maar jij moet ook ergens uh, los van woorden en los van wensen die je hebt, is er nog een andere laag. En dat is een lobby. En dat heb jij nu. Tenminste, daar lijkt het naartoe te gaan. En dat sowieso is een inspiratie op zich. Gaat ervoor zorgen dat jij nog beter kan grinen... Uh, wat je tot nu toe deed. Ja, maar is met alles toch, Gilly? Als je gewoon nee, maar is... lobby is een andere dimensie. Nee, maar het is... Het, het, je kan money maken, je kan maar, succes maar, behalen... Maar, lo maar lobby in je libby... Maar lobby is lobby. Maakt niks uit hoe die, hoe die uh, rol is. Nee, nou, in, ja, maar de dat relatie, dus. in de relatie, in een vriendschap... Is het dan is van... goed met je gaan op, uh, op, uh, 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 op uh, carrièrevlak... Uh. Nou goed met je gaan op alles. Alles loopt goed. Maar als dat zou ontbreken, dan ontbreekt er toch iets. Ja, sowieso. Uh. En dat is wat ik probeer te zeggen. Uh, uh, uh. En het ziet er naar uit uh, dat op dit moment, in ieder geval, jij dat ervaart. Zo, so, I'm happy for you. Dat wilde ik zeggen. Proost op. Uh... We gaan geen namen noemen. Hè? Nee, <laughs> dat gaan we niet doen. Heb jij haar gevangen of heeft zij jou gevangen? Even los van die vriendschap. Er is iemand die heeft gezegd van. Hey, Misschien een wild idee, maar. Kom op mijn gezicht zitten. <laughs> Weet ik veel wat jullie deden? Wat werd... Heb jij nee, haar gevangen of heeft zij jou al gevangen? Nee, het, ik denk juist dat hetgene is, is normaal beginnen dingen vanuit lust of dit of dat ja. of zo. Maar dat is niet zeg maar zo gegaan of zo gelopen. Maar als ik eerlijk ben. Denk ik toch wel dat ik als eerste al Initiatief? gewoon vervelend was. Dus al oh, een beetje in die vriendschap ja. ook wel. Denk ik een beetje, beetje al. Die sties. Ja, toch? Dus dat. Maar altijd wel binnen de lijnen, binnen de grenzen gewoon ja. uh, blijven. Maar met een plan. Ja. Het plan is gelukt. Hippies. <laughs> nee, I love it. I love it. Yeah. It's a beautiful thing, man. Hey, check. In Gilly's love Line, hè? Uh, haal ik elke aflevering een of andere quote tevoorschijn wat gaat over de liefde of relaties? Daar zoom ik dan graag op in met mijn gast. En uh, just to ask you, what are your thoughts? Um, ze zeggen namelijk: er is een groot verschil tussen een partner die het niet waard is, en een partner die niet perfect is. En met het laatste heb jij het meest gemeen. Jij verdient de kans, dus die niet perfecte partner. Ook. Wat ik trying to zeggen hier is, uh, en jij bent nu in die fase waarin je erachter gaat komen, moet komen uh, uh, hoe jouw partner is in alle situaties. In love, financial shit. Hopelijk niet, maar in death, gewoon real life shit. Gewoon. Ik zeg altijd, dat is wanneer je weet wie je partner is en wat je partner waard is. Maar niemand is perfect, is eigenlijk wat ik hier probeer te zeggen. Ben jij bereid? All out voor iemand te gaan. die niet alles heeft. wat jij verlangt van een partner. die niet alles bezit. wat jij verlangt in een partner. Is, 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 ja, die vraag is nog een beetje breed. want wat is niet alles? Ik ga hem De, Wat bezit diegene niet? Nou. Wil ik weten wat okay, diegene niet bezit? Oké, okay, wat, wat, wat verwacht jij van jouw partner? Noem vier dingen die jouw partner moet hebben... zonder dat gaat het hem niet worden. Positieve mindset. Autoriteit. Of op zijn mens controle over emoties. Oh, oh over emoties. Oké. Okay. Ja, Dat is wel heavy hoor. Kom je niet zomaar. Wel... Maar je moet ja. daar al zijn. Oké. Okay. Ja. Um, je moet toch wel een beetje... vanuit je ziel leven. Ik verwacht het niet helemaal... omdat het een aparte reis is, maar die wel. En lichamelijk jezelf gewoon goed onderhouden... en doen, man. Dan, dat zijn de vier belangrijkste dingen. Oké, okay, die laatste sowieso, maar... Damn, die eisen, joh. Hoezo? Nee, nee, ik, eens. Maar het is best wel een uh, work om daar te zijn als ik ze één voor één neem. Kost werk. Nou, ik heb ook die werk erin gezet. Ik blijf die werk ook elke dag zetten. Dus dan trek ik automatisch dat aan. Je gaat aantrekken wat je bent. Oké, okay, en nu terug dus <tus> naar nou wat ik zei. Dat is dus jouw beeld van perfect. Even gebruiken ja. we. Maar laten we zeggen, de eerste drie ontbreken. Je ziel ja. nog niet hebben gevonden. Uh, uh, in controle zijn of je emotions zei je ook. Loop maar door, schatje. Echt waar? Ja, man. Ga doorlopen. Man. Nee, goed. Dat gaan we niet doen. Je kan al lang de week kan je in iets een beetje af en toe verzwakken of dit of dat. Dan gaan we het daar naartoe krikken. Maar... Hoe lang ben jij in controle over je emotions Laten we real praten. Ik ben niet altijd in controle over mijn emoties, maar 90% van de tijd zeker wel. Ga je niet met iemand lopen die, die daar geen controle over heeft? Dan ga dat eerst doen. En dan, wanneer je daar bent, dan, als het zo moet zijn, dan gaat het zijn. Maar ik weet zeker dat ik niet met iemand moet zijn die zijn emoties niet onder controle heeft. Je, je, je maakt je een beetje zorgen daarvoor. Je hebt geen zin in die energie. Niet zorgen. Dat... Ik vind mezelf heel wat waard. Oké, okay, dan. I love it. Ja, man. Dat ga ja. ik niet doen. Nee, ik vind mezelf echt heel wat waard. Maar er kan wel wat gebeuren in jouw leven waardoor je op een moment komt dat je emoties niet onder controle krijgt. Dan ben ik daar zeker om te ondersteunen. Maar dat is niet. Hoe moet ik je leren kennen? Dus gekoppeld aan wat ik zei. Jij hebt geen, uh, niet per se tolerantie van je uh, ain't perfect. Maar als je deze eigenschappen niet bezit, zeggen van ja, doorlopen. Sorry. Ja. Sorry. Ja. Is dat uit zelfbescherming? Nee, kijk. Op het moment dat ik al, überhaupt op dit moment vind ik, met iemand um, praat, een relatie heb, mm -hmm. wat dan ook. Dan ga ik letterlijk, klinkt gek, vreemd op mijn roeping omdat ik gewoon echt weet van hé, hey, ik ben hier om de greatest te zijn van alles wat ik kan zijn. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik daar ben en ik kies ervoor om dat te delen met iemand anders. en ik weet wat ik er zelf elke dag aan doe om dat ook te zijn, dan mag je dat ook verwachten van iemand anders. Dus het is niet dat ik iets verwacht wat ik zelf niet ben of zelf niet doe of zelf niet onderhoud. En dan along the way, tuurlijk, alles gaat zo, niks is perfect. Maar een fundament mag er wel zijn, want anders wat gaan we bouwen? Alles stort in zonder fundament. En dat zijn vier dingen die in die fundament. Dat zijn mijn pilaren. Wat was dat laatste wat je zei ook alweer? Want die vond ik dan nog wel realistisch. In de Lich lichamelijk. Niet? Oh, lichamelijk. Dat is ook ja. niet zo realistisch hoor. Weet je hoeveel ja. mensen hun lichaam geen controle hebben over Klopt. alcoholgebruik, drugsgebruik, je lust. De hele fucking dag dat heb ik iemand die de hele dag loopt af, af te trekken. De hele dag alleen maar sekslust achter zijn op aan te trekken. Of achter kut niet kan, weet ik veel. Nou ja. Nee, daar heb je toch helemaal niks aan. Ja. Je moet echt, dat is een ander verhaal. Hoor. Ja. Well, too bad. En I want to be a billionaire. Want to dus be a billionaire. Ik, ja, man, dus ik moet er wat dingen op zijn minst qua mens de juiste spot hebben, man. Ja. Uh, want jij, zit al, jij neemt al mee, je calculeert al mee van hé, hey, maar als je met mij rolt aan mijn zijde, moet je me dus niet achterhouden in jouw missie. Dat is toch gek? Dat is uh, onderdeel van self-love, ik ben het daarmee eens. Ja, man, dat kan niet. Maar zoals zo verliefd, uh, als dat je nu lijkt te zijn. Uh -huh. Als dus, laat, want dit is vers nogmaals. Uh -huh. Als dus later, uh, het is wel iemand die je lang kent en vriendschap is begonnen. Als dus blijkt van, hé, hey, je slacking, dan ben je uh, bereid te zeggen, hey, met alle liefde maar. Self-love gaat voor, man. Maar Ik zie dat niet eens gebeuren. Ja, je moet nu zo praten. Hè? Ja. ja. Ja, maar niet ik moet, maar waarom zou je van iets negatiefs uitgaan? Dat is ja, niet mijn is instelling. Ik Goed ben winning. Zo. Als ik iets doe, is het winning. voor winning okay, okay. toch? Waarom ja, ga ik, ik van zoiets negatiefs uit? Oké. Okay. Dat is onnodig. Dus je niet... begint dan met iets met voorbaat al. Ja, dan ja doe klopt. Maar je brengt het al in het in, in, universum, niet doen. Oké, okay. I, I hate you. I love it. Maar, hm. jij was ook niet daar. Al die dingen die je hebt opgenomen, je was ook niet daar. Klopt. Toch? Ja. Je hebt ook je. Klap je die jonkel? Jups. Drink je je soppie? Nope. Heb je soppie gedronken? Ja. Op het niveau... Maar je mag alles doen, maar heb yeah. er controle over. Er is niks mis met wat je doet. Ja, heb, je... heb er controle over. Heb je tijden meegemaakt waar je geen controle, controle had over je soppie gedrag of blow gedrag? Dat je op de bank blijft hangen en toch nee, maar een Nee, Met blowen nooit, maar ik heb wel eens uh, wat panja dagen gehad, ja klopt. Ja. Maar ik ben ja, niet dus een dagelijkse dagelijkse alcoholgebruiker geweest. geweest. Enfin, ik ga elke dag drinken of zo. Nee, ja. dat niet. Er zijn wel sommige mensen die dat daar hey, want nog met zijn. Al jouw, met, met, hey, je bent een grinder. Je gaat voor je shit. Uh -huh. En alcohol drinken. En ik hou van mijn soppie. Uh -huh. Maar alcohol drinken zorgt er ook voor. Maar ik hou ook van productief zijn. Uh -huh. Dat je die volgende dag dus minder in een staat bent van... let's go. Uh, dat heb jij niet gehad. Dus, dus ja. Je hebt controle over je soppie gedrag gehad. nee. Niet. Nee, nee, nee. Dat zeg ik toch juist. Van, ik heb het natuurlijk ook, maar het is niet... Je hebt ook gewoon dat je met iemand kan zijn die vindt dat hij elke dag moet drinken. Oh, nee, nee, nee. Je, weet je wat ik bedoel? We, weet je, weet je, of elke zeg weekend een campagne moet gaan. Of ik zeg wat, je eerlijk. Even, van, waar, waar, waar gaat het over? Van, je hebt gewoon controle. Verslaving is een ziekte. Hè, dus ik, 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 ik praat niet makkelijk, uh, zo makkelijk dingen weg, hoor. Ik weet, verslaving is een ziekte. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb een slechte tolerantie voor mensen... die alcohol en drugs kiezen boven het leven. Zeg ik je heel eerlijk. Kijk, iedereen mag kiezen wat hun willen kiezen, maar ik mag ook kiezen om zo iemand niet te hebben om, om in mijn innerzicht. Dat cirkel is wat ik hebben. bedoel. En dat is een keuze die ik blijf kiezen voor mezelf. Dat is wat ik bedoel. Ja. Ik ook, inderdaad. En ik zou ook iedereen adviseren dat, om ook die keuze te maken. Dus als we terug kunnen waar ik niet van hou in het ja. verleden, waar je niks in kan veranderen, ja. dan zou ik andere mensen ook ad adviseren dan om niet met de persoon als mij te zijn. Als ik ook maar wat voor destructief gedrag uh, heb, maar ik kan niks veranderen. Dat jonge meisje was, hè? daar in uh, Amsterdam Noord. Ja. Of je, je bent op verschillende plekken geweest. Ja. Wist je toen al dat je op vrouwen viel en wisten mensen dat om je heen? Nee, ik ben, dit is pas iets later. Ik denk dat ik een jaartje of. Hoe oud moet ik zijn geweest? Dat ik echt, echt dacht, van ja? 18, 19 of zo. Oké. Okay. Iets, iets ouder wel. Dat ik dacht, hey, dit, dit vind ik leuk. Van dit, uh... Dat je iets merkte, had je geen vragen aan jezelf? wat je gelijk om aan van hé, nee ik vond het gewoon girls ja maar het was meer vanuit de lust dus ik dacht van oké dit is leuk dus was gewoon meer je zag bellen hè je gaan bellen en je zei gebeurt dit met me niet per se kijk we gaan niet ontkennen dat ik zelf ik hou echt van mooie dingen wat zijn mooie dingen kijk schoonheid is het ligt in ieders eigen oog dus wat mijn schoonheid is hoeft niet per se van dat wat zie jij en dan krijg je jeuk Jeuk, niet per se jeuk, maar ik kan wat gewoon. Wat zie jij en dan word je enthousiast? Zijn? Het is verschillend bij een vrouw en bij een man is echt verschillend. Pak man. mannen. Ja, vrouw. Vrouw. Mm, Zelfverzekerdheid, man. Dat is nummer één. Er is iets met een kracht van wat wij vrouwen hebben als een vrouw gewoon. Weet je wat jij hebt? Ja, ik denk dat ik ook op mezelf zou vallen. Serieus? Oké. <laughs> ja, zeker. Ja. En, en de buitenkant doet dat ook iets voor je? Ja, honderd procent. je mm, ben je sapioseksueel. Wat dan? Ben je seksueel? Wat is sapio? Dat je alleen op intellect valt. En nee, intellect is daar dus. daar ben ik sapio, mid, medio, nog iets daarbij. sapio oké. Okay. Iets, maar dat niet alleen. Uiterlijk echt waar. Vooral bij vrouwen. En, en, wat, en, 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 en hoe zie je dat eruit? Gewoon, het, alles wat mooi is. Bedenk, maar, jij, bedenk, jij... Je, maar, bedenk jij een mooie vrouw en voor je? En wat vind jij mooi? Het zijn alle kleuren, soorten, smaken, geuren. Dus de echt vrouw waar? zijnde, wij zijn mooie wezens. Dus er is niet een type... Nee, qua, qua uiterlijk niet. Ik kan niet per oh, se zeggen, qua okay. uiterlijk ook, oh, ik heb een type of zo. Nee, ja. maar als je het hebt over innerlijk, dan heb ik wel een type, ja. Jij zou gewoon met Hanne, Hanneke kunnen gaan uit Wouden of zo. Nou, om eerlijk te zijn, kijk, wit is niet mijn voorkeur. Oké. Okay. Dat is mijn. Weer nee. iets wat we gemeen hebben. Ja, maar dat is niet mijn voorkeur. Ja. Dus. Hmm. Ja, oké, oké. Okay, okay. Ja. Okay, dus laat je uit de bel, maar dat is wel. Uh... Doet ik, het wel. ik weet niet hoe intellectueel is Latoya, ja, oh ja, of hoe stout is Latoya. Ja. Het ligt aan hey, welke fase. Ja. Ruchouw, ja. Piep, 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 piep. ja, ik heb geen idee. Want ze moet dus stout zijn. Kan ja, ja, dat is Kan. Je veilig. Ze ja. moet stout zijn. Dat is al duidelijk. Nee, maar het kan toch? Want kijk, je hebt, je, je hebt verschillende dingen. Dus als ik kijk naar hoe ik was, het, dan, voor het feit als je al stout was of ja. dat, dan kan ik al denken: hey, dat is leuk. Begrijp je? Maar verder niks qua liefde of relatie. Oh, wat ja, dat ze is even nog een Ja, toch? Okay, maar nu misschien in de fase waar ik nu in zit... dat ik al verder ontwikkeld ben, dat ook al doet iemand stout... Of dit, dan, dat ik denk, ja, leuk, maar ja, dat, is niet, dat is niet voldoende. Je reageert er niet op? Oh, nee. Ben jij stout? Of ik stout ben? Nou, nah, nah. wat is stout? Wat jij omschreef. <laughs> Wat is stout? Ik heb niks omschreven. Nou, wat jij in je hoofd hebt over zo'n stoute meid die je net benoemd mm. Ben jij dat? Niet zozeer. Okay. Ja, niet zozeer. Ja. Anders ga ik beschrijven wat stout is en dan willen we niet doen. Ja, nee, je hebt sommige mensen die echt kunnen teasen door te teasen. Ja. En ik denk dat jij juist die opposite ben. Dat ik juist kan teasen door een beetje te negeren, heel goed te doen alsof niet. Oh, dat. Begrijp je dus, er zijn twee verschillen. Ja, ja, ja. En ik vind het andere wel leuk als ik dat zie gebeuren Dat iemand je teast van ey, Stout ja. in bed Stout in bed, dat is toch om me in bed te houden Ja nou, maar oké okay. ja, We laten het in bed, maar ja, is dat da, Dan houden we het daar in bed okay. Die stoutnis blijft daar in bed Ja dus, oké, okay, I love it uh -huh. Maar moet stout zijn toch Wat is stout in bed Maar jouw bed? antwoord eerlijk, ja? en daar hou ik over op ja. Dat geeft aan, je bent stout in bed het kan zijn, het is wat jij ervan ik maakt. Erg, je bent heel voor erg aan het is, Nee, maar wat in, daar in bed. Het vanaf, vanaf hè? Nee, maar we zien het. Het, het kan. We zien maar het. Jij, jij vindt een paar dingen. Jij, jij vond ook alle man. Dus misschien is jouw zicht niet helemaal goed. Nou, maar het klopt ook, want je bent bi en geen lesbi. Nee, maar toch, dus maar, het klopt in dit, maar in dit, in dit geval. Kan dus je bent half stout. Zullen we het daarop houden? Het zijn niet Kijk, mijn woorden. Je mij beledigt, jij denkt, jongen, ik niet... ben helemaal stout. Nee, nee, waar heb je het over? Maar je zegt het niet. Nee, het zijn niet mijn woorden. Waar okay. hartstikke lief, joh. <laughs> I love it, I love ja. it, I love it. Ja. Behalve al dat soort dingen, dat ik naar jou kijk en denk: zij is een potje interessant, wie zal hard masseren en al dat soort dingen. Vraag ik me ook af van waar al die, uh, die behoefte om elke dag te willen inspireren en te motiveren. Want je moet maar elke dag op rek willen drukken en zeggen: en je gaat weer. Van waar komt dat? Is mijn roeping. Weet je waar de basis daarvan ligt? Ja, mijn roeping. Mijn ziel heeft die reis gekozen. Om hier te zijn. En mijn leven, de dingen wat ik meemaak. Ik heb daarvoor gekozen. op een of andere manier vanuit mijn ziel. En ik ben hier om een verandering te zijn in mijn generatie. En die verandering kan ik alleen zijn door eerst mezelf te veranderen. Dus dat is 100%. Ik voel die roeping enorm. Van ik heb talenten. Daar ga ik mezelf mee verrijken. Ik blijf het zeggen. Ik ben daar om een biljonair te zijn. Maar ik heb ook een gave. En een gave is je gegeven. Dus je moet geven. Dus voor mij is dat onderdeel van mijn zijn. Mijn zijn is geven, Suc Succesvol is tegenwoordig niet meer genoeg hè. Miljonair zijn is niet meer genoeg hè. We praten over biljonair. Voor mij niet. Als ik met de visie die ik heb, is het is niet genoeg. Het ja. is niet genoeg geld. Als het genoeg was, wat je had ik genoeg meegenomen. Heb je een missie met dat geld? Ja, je moet een systeem hebben. Naast dit systeem, dit systeem laat je, hmm. ja, een hele andere verhaal maar. Nee, ik je klopt. Niet zo'n money. Ik voel hem. Begrijp me beetje wat hem. ik bedoel en. Het is niet voldoende. Wij, wij, wij denken, oh, een ton is veel, een miljoen is veel, tien miljoen is veel. En neem het niet weg, hé, hey, het is veel. Yeah. Maar als je wat dingen wilt veranderen, en ik praat over onderwijs, ik praat over het zorgsysteem, ik praat over. You really want to make a difference? Ik ben echt serieus, maar ik wil really yeah. wanna. ik ga het doen. Yeah. Ik ga die difference maken. Daarom ben ik hier. Daarom ben ik Des Valentin. Ik ben hier om meer dan alleen mijn voeten afdrukken achter te laten. Ja. Maar als jij zo praat, dan kan je inderdaad niet gaan met iemand die niet. Uh, zou een beetje gek zijn op, toch? Ja, het zou. Gek zijn gaat, toch? Iemand nu gaat, gaat niet werken. Je eh, moet kanon halen man. Ja. Maar halen. Niet eens dat maar iemand die gewoon totaal helemaal niet bezig is met I want to rule the world of. Nee, maar dat ik wil maar iets betekenen nee 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 nee, 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 wacht even. Misschien ik, benoem ik dat verkeerd. Leg het uit, alsjeblieft. Um, alles is een verandering, hè? Ja. Yeah. Dus. Alles heeft ook zijn positie en zijn plek. Mm -hmm. Tof als iemand anders ook die roeping heeft, ja. maar elke roeping telt. Soms is daar de roeping iemand om de greatest moeder te zijn of altijd voor ja. die kinderen. Ja. Voor de anderen is het om dit te zijn. Dat is iedereen. Dus ik, het is niet van omdat je iets voor de wereld doet dan, dan is het oud of nee man. Diegene mag doen, maar heb jouw ambitie en heb het volledig. Ja. Ik zeg het ook altijd: als je schilder bent, schilder met alle passie die je hebt. Ik, mm. wat je me ook maar laat doen, ik meen het. Of het nou Vegen is, dit. ik doe alles met smaak, met passie. Uh -huh. En dat is voor mij belangrijk, dat moet ik herkennen in iemand. Want doe okay. je dingen met smaak, man, met passie. I love it. Die vuilnismannen die je zo ziet zingen, die zakken ziet gooien. Love it, man. Uh, Ambitie, kijk, passie. hou van vuilnismannen. Ah. Weet je waarom? Ik moet altijd denken aan vroeger, uh, waarbij ik een zakenman zie met zijn tas en zijn das en al dat soort dingen en uh, niks mis mee. Maar zo'n man die naar de hoeren moet gaan om zijn trekken te vinden. Maar daarentegen heb je ook mijn Antilliaanse homeboy. die toevallig vuilnisman is. en die zit op die wagen en die versiert gewoon het je met. Een en hij vangt er nog ook. Gewoon door confidence. Door zijn confidence gewoon. waarbij iemand dus ook een mindset heeft van. ik moet miljonair eerlijk, zijn en al die dingen. Alleen een Antilliaanse vuilnisman kan dat. Surinaamse dus <laughs> vuilnisman kan dat het. niet lukken. Ik geloof het. Gaat het niet lukken? Ja, Alleen en waarom gaat Surinaamse. het? Dus, laat me voor mijn Surinaamse, alsof ik ze ken. Surinaamse vuilnismannen opkomen. Het gaat ze niet. Waarom op. gaat het? Ze niet gaat mee? iedereen boos maken. Nee, 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 maar, oh, luister. Ik ga van. met je mee. Ik ga met je mee. Ik ga met je mee hierin. Ik begrijp <laughs> Jij wat je, begon. Ik begon erover. Nee, Jij precies. Begon. Dus en ik dan, denk, wacht nee, nee, nee. even. Deze Suriname... Maar daarom ga ik erin mee. Daarom ga ik erin mee. Oké. Okay. Het is echt waar. Want het gaat zelf nee, eerlijk. maar die alles. I love it. Antje en sowieso een lijpensaus. Ik kan Antje niks uitleggen. Helemaal niks uit nee? helemaal niks uitleggen. Nee, helemaal niks Over niets. Hij is dat en dit ja, is wat en ik breng. En... Gaat ook gewoon door. Ja, 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 ja. En hoe en meer door. je hem uitschelt, hoe meer die deur doorgaat. <laughs> ja. I love it, ja. Ze is hè? Wat zeg je? Ze is Anton. Schatje van ons. Kijk weer. Wat denk je dat mijn S. afkomst is? S. Yeah. ja ik weet het oh maar zij is ook aan houdt het wel zeg maar daar oh dat oefen. is ook weer nieuw dat is ook weer nieuw nog nooit met Amsterdamse oh, meisje. echt waar nog nooit nog nooit nieuw oké okay. ja, en gelijk raak al <laughs> oh, jij, jij al die tijd precies dat precies dat, hem gewoon. Precies dat, dat, dat besef dat vlak ik vlak hier <laughs> from the island <laughs> oh, like, en ik zag like. het maar niet ja 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 ja, ja. ja oké okay. mooi records. nou I love it ja. I love it hoe denk jij over uh, kinderen is dat kinderen ja erover denken. Ja, ook om kinderen te hebben. Ja, lijkt me echt een mooie. Ja? Voet, ja. En, een groot gezin. Dat wilde ik net zeggen. Want jij ja. lijkt me dan ook iemand die het gelijk goed wil doen. Ja, lijkt me wel leuk. En, 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 en een hele crew. Uh, met een paar Antilliaanse vuilnismannen ertussen. <laughs> kan, 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 kan. Met hun zwijk, met hun saus en alles. Ja, saus. ik denk wel wat je anders. Was je was zo het Nee, maar ik moet voor mijn... Mijn nageslag moet ik wel manifesteren. En ja. ik kan niet in die vlog gaan manifesteren. Ja. Maar, maar check, interessant. Want jij komt dan uit Amsterdam-Noord uh, uit de hoed... en hebt een biljonair-mindset. Wat veel van ons hebben, by the way, die uit de hoed komen. Dat is die onderschatting, Tori. Maar dat komt ook ergens vandaan, hè? Uh, oh, oh. Hoe komt het dat jij al niet genoeg gedaan hebt met een goede baan? Omdat ik een visie heb en het kan. Ja, maar die is ergens begonnen, toch? Daarom, begin ik, daarom ga ik steeds terug, ik steeds ja, terug ik naar dat kleine meisje. Ik heb gewoon ja? vanaf jongs af aan zo'n gevoel gehad. En ik heb vanaf jongs af eerlijk... was nog voordat mijn moeder bekeerd was. Ze heeft een zus. Die was Jova getuige of is nog steeds Jova getuige En moet je voorstellen, de hele familie is gewoon... Rolling Stone, going out, dat soort dingen. En uh, als je dan bij haar ging, moest je langs de deuren met zo'n uh, pamfletje... En ik vond het zo geweldig om te doen en iedereen ging altijd janken en huilen. Ja, het kreeg straf en soms als ze niet mee wilden. Je moest ook een rokje aan en zo langs die deuren. En ik vond het echt leuk. Maar die boekjes vond ik leuk. Want weet je waarom? Um, die verhalen die erin stonden, ja. waren verhalen hoe je het bent verkeerd, al is het bla. Het waren toch verhalen van hoop en geloof mm -hmm. en dit en dat, en dat. Dus het ging me altijd mezelf afvragen van... er is meer op deze aarde, echt waar. Of ik nou acht, negen, tien, elf, twaalf... Ik heb altijd... Er is, ik heb iets met naar boven kijken en denk er is meer. En hoe meer ik ouder ben geworden, hoe meer ik ook zag, er is meer. Yeah. En nu weet ik zeker dat er meer is. Dus dan mag ik ook meer willen. Ik verdien het. Weet je waarom ik zo lach? Waarom lach je en zo? Wa waarom ik niet kan verbergen, waarom ik geniet. Want het is wat ik eerder off-camera tegen je zei, is van... Ik zie, that's Ik denk, interessante chick of dame of vrouw. Maar ik wil meer weten. En nu krijg ik meer. Nu krijg ik te zien. Terwijl je praat. Niet eens wat je zegt, ook wat je zegt. Maar hoe je ogen glinsteren en al dat zink. Hoe je lacht als we het hebben over waar je uh. bent verliefd en shit. Uh, daar zie ik wie jij bent. En daarom ben ik aan het genieten. Okay. I love it. Mooi. Yeah. I appreciate it. Ja man. En I appreciate it, dat je zo open bent. En shit. Ja, man. Weet je wat we gaan doen? doen? Even breken. Laten we breken. Ja. Weet je waarom ik hem een goede... Um, moet ik het zeggen? Sowieso op tafel. Heer vindt en de manier hoe je gesprekken aanpakt. Omdat ik ben... Ik ben heel lastig in gesprekken. Waarom? Omdat ik heel, omdat ik heel sterk ben. En ik zie, jij blijft, je blijven, Omdat je toch het antwoord wilt. En wat deed hij net? Hij liep en hij dacht... Weet je hoe hij het al ging gooien? Des balletin. Je bent hier met al je positieve energy. I love it. En ik kijk na een paar video's van jou. Hè? En ik zie groei. En zijn character. Weet je dat van jezelf? Dit is hoe ik het ervaar. Bijvoorbeeld een video van vijf jaar geleden. Daar zie ik je nog best wel. Want je praat nu over positief. Dat had je toen misschien niet door. Niet dat je per se iets negatiefs zei. Maar die vibe was een beetje wat ik ook had. Misschien drie jaar geleden nog, of twee jaar geleden nog, weet je dat hoe het denkt, toch? Die guard, en daar een beetje, dat zie ik nu niet meer bij jou. Heb je dat door, of eigenlijk klopt dit? Ja, dit klopt. Wel. Is dit bewust of is dit groei? Dit is groei, toch? Ja, zeker, groei. Uh, want ik vind dat belangrijk. Ik weet dat heel veel mensen kijken, uh, uh, die ik die groei ook gun, of die ik ook uh, bewust wil maken. Wee, heb je door? Je on guard all the time. Why? Want ik was ook daar. En je fokt uh, relaties op, businessrelaties, misschien zelfs liefdesrelaties. Of laten we het klein houden, misschien zelfs de flinks om je heen uh, hebben af en toe genoeg van je. Because <laughs> je always on guard. Hoe ben je daar vanaf gekomen? En wanneer had je door van hé? Hey. Tenminste, als, als, als deze beschrijving klopt. Ja. Kijk, het is echt een proces bij mij geweest. Dus ik kan niet meteen zeggen: van oké, okay, zo ben ik zeg maar um, gaan groeien en gaan ontwikkelen. Maar ik weet wel wat het is om zo, zo, zo miserabel te voelen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk gewoon het gewoon niet meer ziet zitten. En dat bedoel ik echt gewoon, echt miserabel te voelen. Down, 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 ah, down te zijn. Zoiets te hebben van, één: hey. Depressie level 5. Ja, gewoon, ja. Ja, echt down, down. En dan, wat krijg je op een gegeven moment? Dan ga ik bij mezelf na van, hoe komt het? Dat ik in die depressie terecht ben gekomen. Waar komt het vandaan? En dan zie je dat je lang, wat jij zegt, je kaart, je kaart, je kaart, je, guard, je, guard, je guard op hebt gehouden. En je moet gaan genezen. Ik moest gaan genezen. Echt toegeven van hey, als jij zo doorgaat, nee. dan ga je het niet halen. Maar dan is het op wat voor gebied je gaat het niet halen. En er is meer in life. Het moment dat ik daar ben voor gaan openstaan en ik moest ook mezelf vergeven. Ik ga je eerlijk zeggen, omdat. De meeste boosheid, de woede die ik had, was niet zozeer naar anderen toe. was naar mezelf toe. Hm. Omdat ik echt altijd de puurste intentie heb gehad. Maar ik zei het in flows, banden, mensen, samenwerkingen, relaties. Kan ik echt zeggen, mijn intentie is nooit geweest van... Hé, ik wil iemand opfokken bewust of zo. Ja. Maar achteraf heb je dat wel gedaan. En dat, dus daar was ik lang boos op mezelf op. Van, hé, je bent toch een persoon geworden die niet wilde worden. Dus die confrontatie ja. ben ik echt aangegaan. Gewoon. En dat maakt dat ik op een gegeven moment ga groeien en juist ben gaan inzien van het is juist krachtig om te lachen en om te stralen. Het is juist, juist krachtig om gewoon kwetsbaar te zijn of om te genieten van het leven. Om, weet je toch, dat is nu mijn definitie van, als we het noemen, gangster zijn. Dat juist. vind ik gewoon tof. Van. Kijk, bijvoorbeeld dat soort termen zie ik je niet meer snel gebruiken waarin dat dat was eerst die lingo ja. vijf jaar geleden en er is niks mis met die uh, uh, begrijp me goed ja. ik ben ook hoe ik ben begrijp je en ik heb ook een groei meegemaakt uh -huh. uh, en ik wil daarbij zeggen waarom zeg ik daar waarom zeg ik dat, zeg ik dat? <coughs> het is ook een beetje begrijpelijk en terecht als je weet uh, waar wij, waar jij vandaan komt wat jij hebt meegemaakt uh, je hebt meer meegemaakt dan, dan, dan ik zal weten. Maar wat publiekelijk bekend is, is dat ook je met een broer verloren. Klopt. En ook uh, heel gewelddadig. Ja. Ja? Ik benoem dat omdat het is niet zo gek dat je je guard op hebt. En wie weet wat je nog meer hebt meegemaakt. Wat niet uh, openbaar is, maar ook wat je niet hebt gedeeld. Mm -hmm. Je zal ook dingen hebben meegemaakt wat je zelf met je close mensen niet hebt meegemaakt in de zin van hoe jij dat hebt verwerkt. Mm -hmm. Of misschien heb jij zelf niet eens begrepen. Hoe je dat überhaupt hebt kunnen verwerken. En dan ben ik vooral de vergelijking met mezelf aan het aangaan. Weet je? Uh, uh, maar jij lijkt op een punt te zijn dat je heel bewust bent. van jouw doen en laten. hoe je denkt. waar jouw flaws zitten. maar waar je dat kan, kan recht kan trekken. door zelf initiatief te tonen. van hey, change here. Change here. En dat is mooi. En des daarom kijk ik naar jou. los van dat ik denk van hey, leuke meid en al dat soort dingen. Maar dat is ook de reden dat ik jou een potje interessant vind. Want dan denk ik, ik zie je al die motivational dingen doen. En dat is nu uh, een dingetje geworden, want je voelt je er lekker bij. Maar je ziet ook waarschijnlijk de reactie die je erop krijgt: uh, van de meeste zal positief zijn, ze zal altijd harten tussen hebben. Maar je ziet ook dat het mensen positief raakt. Dus nu voel je je bijna obligated to keep doing it. En keep doing it, by the way. Maar ik vind wel dat mensen moeten weten waar je vandaan komt. Dat maakt het alleen nog krachtiger dat je daarvoor kiest. Want je kan ook blijven hangen in, en zelf dat is je goed recht. Blijven hangen in, de wereld is niets waard. Fuck the world. En die vibe krijg ik niet van jou. Jij wil het beste uit de wereld halen. En ik applaud je voor dat. Dus uh, uh, ik zeg dit voor hoed mensen die hiernaar kijken. Die nu ook jongetjes, hoe die jongeren met elkaar nu omgaan. Uh, uh, ik, ik weet nog dat wij vroeger ook normaal was van. Ah, ze, wij, ze hebben die gekapt man. is ouwe oude Lingo, I'm old Ze hebben die geknald afgeknald en dat soort shit. Alsof het normaal is, is niet normaal dat wij zo met elkaar omgaan. En ik zie dat de jongeren nu ook daarin zijn in die vibe van is normaal. Ik heb die geschenk, ik heb dit en, en zo is niet normaal. De enemy hoeft geen moeite te maken om ons uit te schakelen. We doen het zelf. En nu komt dat niet aan omdat je jong bent, begrijp ik, komt bij mij ook niet aan. En toch ga ik het uitspreken. En daarom wil ik een goed voorbeeld als jou erbij halen van kijk, positief, ondanks alles wat je hebt meegemaakt en je probeert nog. Want hoe dan ook, je moet doorgaan. En het liefst ga je goed door. Uh, dus dat herken ik in jou en daarom ben ik blij dat je hier bent aangeschoven. Uh, het gaat misschien over liefde, seks en relaties. Maar dit is self love. En dat is ook wat we representeren hier in Gillies Love Line. Zeker, waardeer het nogmaals. Thanks voor de uitnodiging. Dus ah. like, yeah. ah. I see you and I see what you're doing and what you try to do. Dus doe, blijf je ding doen man. Thanks. Leuk, leuk. Uh, zal, ik, zal ik kunnen houden van en zal ik denken aan zo'n beetje een tekst uit een van jouw pokoes uit wie? Zou ik kunnen houden van? Zal ik en zal ik denken zal ik aan. Denken aan? aan ja. Toen je dat schreef. Was je niet? Komt hij weer? Zo aan het lachen als we over verliefdheid hadden? Go, lachen. Nee? Oh. Ja, oké. Okay, mooi. Dankjewel. <laughs> Waar was je toen, je mindset, toen je dat schreef? Um, gebroken. Ja, gebroken. Ik denk dat dat de voornaamste reden is dat ik echt de meeste muziek ook heb weggehaald omdat ik moest het muziek maken omdat het therapie was. Ja. Dat begreep ik toen niet. Ik dacht oké, okay, maken en uitbrengen. Maar dat is een hele, ja, ja, dat is een therapiefase in mijn leven. Maar je hoort het ook. Ja. Dat ik, uh, ik ging er juist eigenlijk doorheen. Het was het moment dat ik al was aan het verwerken, maar het niet doorhad. Uh -huh. Van oké, okay, ik zeg het ook van wie gaat me, uh, wie gaat me hebben als ik uh, val. Weet ook, wie gaat er spreken als ik stil yeah. ben? Dus ik werd al bewust van hey, je kan wel mensen willen hebben die jou gaan redden en die jou het gaan doen en zo, maar je moet het zelf doen. Mm. Dus in mijn tunes hoor ik gewoon van oh, je weet toch yeah. echt dat Ja, <laughs> als je terug ja, 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 ik hoor echt dat gebroken meisje. <laughs> dat ik denk van, ik, ik, ik snap het. Maar dat was jij wel? Ja, maar ik, ik had op een of andere manier, klinkt misschien gek, maar ik had dat deel, denk ik, toch voor mezelf moeten houden. Maar ik Vind je heb dat? Gewoon, ja, maar het is gewoon gelopen zoals het moet zijn. Ik heb het gedeeld en de mensen die het hebben gehoord, die hebben het gehoord. En um, ja. So. wacht even. Waarom wilde je dat voor jezelf houden? Omdat, zeg maar, um, ik weet wat ik wilde vertellen en doen. En nu ga ik het in een hele andere vorm brengen, begrijp je? Omdat het is niet erg om over je gebrokenheid te praten. Maar nee. ik denk dat het niks krachtiger is om dat vanuit je kracht te doen. Begrijp je? Ik begrijp je. Dus nu kan ik vanuit mijn kracht over mijn gebrokenheid praten en dan... Maar ik vind het wel het zit een krachter? andere doel, een andere energie. Energieën zijn belangrijk. Het is dus de energie waarmee je iets maakt. wat ja. ook gaat. ervoor gaat zorgen wat het resultaat gaat zijn. En die energie was gebroken. Dus je resultaat gaat ook gebroken zijn, begrijp je? En it. als ik het met een andere energie maak. maar dezelfde boodschap nog steeds heb. van hé, hey, weet toch, hmm. nog dezelfde inhoud. maar die energie is gewoon van hé, hey, I to spread the word. En dat was het toen. Niet. Het was gewoon, ik wil mijn gebrokenheid kwijt. Er zit een groot verschil in. Ja, ik vond het wel. Ik, ik, het lijkt me wel tof om te zien van hé, hey, ik was toen daar. Het is daar voor je te zien. ik ben nu hier. Ik vind het oh, wel inspirerend. Als je het gewoon... Hé, hey, het is daar. Dat was ik in die fase. Geniet ervan. Check me nu. Ik vind dat wel wat hebben, hoor. Nee, het heeft wat, maar het heeft ook weer dat weer niet. En dat is meer vanuit mijn eigen opinie. Dus ik snap ja. het als luisteraar dat je denkt... Hey, Jij wil je toch, eigen energie creëren, hè? Ja, ik weet met En je bewaakt hem als een motherfucker, volgens mij. Nu wel, maar daar was ik eerst niet bewust van. Begrijp je? Dat ik gewoon... Ja, nee, dat is niet de energie waar je mee moet creëren. Dat is veel te kostbaar. Ja. Maar het was mijn therapie. Juist. Ik moest dat gewoon doen. Zelftherapie. Ja. Oké. Okay. En had je toen kunnen voorstellen dat wat je nu dan voelt. die verliefde status, infatuation of whatever het is. in ieder geval, het maakt je blij. Ik heb het altijd wel gewoon gemanifesteerd dat ik gewoon gezond wil zijn op het gebied van relatie, vriendschappen, samenwerkingen, alles. Dus. Op het moment dat ik zoiets al op mijn vision board had geschreven, wist ik gewoon van: oké, okay, het, het komt, maar het komt pas als ik ervoor kies. Hè. Alles in het ja. leven is gewoon waar jij voor kiest. Ja. En op het moment dat ik nu ben gaan kiezen voor zelfliefde en waarde en dit, dat, dan krijg je toch ook wat je, waar Gro je voor kiest. De grote grap is: uh, des. Uh, als je des niet volgt, volg des. Uh, soms kan het gewoon vallen. Als je een van haar in inspirational videos kijkt, soms valt het gewoon goed. En dat is die toren. Je weet niet meer, kijk, en soms valt het. Misschien heeft iemand je hetzelfde gezegd al vijf keer, vijf andere personen. Maar toevallig, die dag viel het misschien omdat deze persoon het zegt. Dat is heel die tori met uh, mensen inspiratie uh, toespreken. Ja, maar daarom weet ik ook dat het mijn roeping is. Ja. Ik gewoon besef zelf. Het is ook een beetje om jezelf. Uh, het is ook zelftherapie dat, wanneer je mensen. Nee, dat is echt zeg maar, kijk, voorheen. Want je doet het lang, hè? Want eigenlijk ken ik jou zo, hè? Ik heb mijn zes maanden breek gehad. Afgelopen september tot en met maart ben ik offline geweest, helemaal offline. Ik had geen app op mijn telefoon. Ik, ik had mijn breakdown in september. Oh, ik dat heb was het. pas? Ja, dat is pas yeah. september. Dus na die zes, deze afgelopen zes maanden waren ze zo lezend en helend voor mij. Um, door blijven gaan, terwijl je gewoon je ging... even moet stoppen. Ja, mijn yes. bron was op, maar ik was nog steeds aan het geven, geven, geven. Je was toch nooit aan de go en dat soort dingen. Of ik hield nog Want niet. Je moet dus wel realistisch houden. Ik, ik hield oh, je, je hield, niet hield nog niet van jezelf. Nee. Goeie. Ja, dat was het gewoon puur. Ik, ik, ik wilde het ontbrak? Of wat is er gekomen dat je wel van jezelf bent gehouden? Mm. Vind het belangrijk om te weten. Ik denk echt de wilskracht om het echt te willen. Ik wil echt van mezelf houden. Ik heb het altijd gewild van hey, echt mijn waarde inzien. Zelf maar Wanneer kwam die besef, toen je jezelf zielig begon, toen je lach, en jezelf zielig vond en dacht van hé, hey, yo. Ja, toen, ik wel toen ik wel herkende van dit is niet wat je moet willen. Dat had ik wel in september voor, vorig jaar. Ik dacht, dit wil ik niet. Dit is niet. Het dus is toch, ook, de een beetje, wie ik is toch zijn. ook een beetje in die coronatijd. Waar, en dat zeg ik, waar veel mensen zelf zijn tegengekomen. De sterkste mensen ja. zijn er zelf tegengekomen in deze rare tijd. Nou, kan, kan, kan corona ja. zijn, maar ik denk dat het ja, gewoon. niet per se daardoor, maar ja. in die periode ja. waarin is, dingen anders zijn. Het is mijn reis geweest. Ik ben, ik ben continu met alles doorgaan, ondernemen. Alles wat ik altijd deed. En ja, ik moest gewoon even stekken eruit. Die momenten heb je. Oké, okay. goed man. Maar los van die zes maanden breek, je doet het al jaren. Ja, dat is wel zo. Maar <laughs> ja. ja. eerst deed ik het echt met oké, okay, je wilt het doen. En dan kan je jezelf een beetje eraan houden. Like practice wat je preach. Nu is het oké, okay, welke les heb ik het, heb ik geleerd? En wat kan ik weer geven? Wat kan ik weer delen? Ja. En dat is nu wel de instinct die ik heb. Het is niet van het moet. Maar ik weet wel, oké, okay, ik moet wel geven delen. Want eerlijk, um, ja, als ik het niet doe, wie doet het dan? Ja. Noem nu iemand op. Hier in Nederland. Die. Gewoon noem nu iemand op. De manier hoe jij. Ja, noem nu iemand op. Hier in ik kan Nederland. Ik er niet opnoemen. Maar... Ja, so, dus er, is, er is maar één. Ik ben de voice. Ja. En dat heb ik gewoon door. En je noemt jezelf ook de voice. hè? Ja, maar dat ben ik toch ook? Even ja. voor niet, de goede orde. Niet, geen, niet... geen competition van Whitney Houston of Rita Franklin. Nee, man. Maar, ik kan maar meer de <laughs> message. Ja, toch. De message moet je ja. eigenlijk noemen. De voice in de vorm van de oh. message. Ja. Want eigenlijk zeg ik niks nieuws, dat zeg jij ook. Nee, precies. Ja, hey. Niemand zegt iets nieuws. Ja, zeg ook niks. die gasten, die niks. grote ik zeg niks. gasten zeggen niets zeg nieuws. Maar dat is heel is die, de toon toon die de Soms maakt. valt het op een ander moment door een andere persoon... dan komt het aan, dus je moet het blijven doen. Ja, toon... Niemand zegt iets nieuws wat we niet hebben gehoord. Ja. Maar je moet er zijn. Ja. Want wat voor berichten krijg jij van... hey, thank you en al dat soort dingen? Ik denk, ik krijg genoeg waardering. En die waardering stuur ik ook allemaal terug voor al die mensen. Iedereen die mijn bericht stuurt. Ja. Echt liefde en licht terug... Maar uiteindelijk moeten ze dat ook zelf doen. Want ja, een videoboodschap alleen is niet voldoende. Nee, nee, nee. Het is uiteindelijk moet je het zelf doen. Trigger, het is die, daarna... die trigger, zeg maar. Maar in een videoboodschap praten we over een minuut. Ik denk yeah. dat je mensen moet zien spreken, spreken. Dan zet mij op een podium neer en laat mij spreken. Dat is een yeah. hele, hele andere toorn. En dat zien veel mensen niet die mijn video's zien. Ze yeah, yeah, yeah. zien alleen die minuutjes, minuutjes, minuutjes. Hij yeah. moet mij voor een klas zetten. Zet mij voor een gevangenisgroep. Mm. Zet mij voor bedrijfsmanagers, weet ik veel wat. Jongeren werken. Zet mij voor zulke mensen. Ja. Allemaal dezelfde allemaal reactie. En daarom zie ik van, hm, dat is me gaaf. Als je op een gegeven moment merkt van hé, je, bent te, je bent great in iets, mm -hmm. dan moet je, je gaan afvragen van hoe dan. Ja. Begrijp je? Omdat ik dat continu heb getraind en heb gedaan. Mm Het -hmm. is niet uit de lucht komen vallen. Weet je hoeveel bloed, zweet en tranen in dit zit? Mensen kijken naar mijn video van, oké, okay, dat. Maar ik heb mijn ouders cocaïne ervoor moeten zien gebruiken. Mm -hmm. uh, ik heb huiselijk geweld moeten zien ervoor. Mm -hmm. Ik heb op 30, 32 plekken moeten wonen. Ik ben 32 jaar. Ja. ik heb mijn nicht verloren Daarnaast weer een vriendin verloren stagiaire van me verloren 19 jarige een andere vriendin van me weer verloren 2019 mijn broer verloren dat zien mensen niet weet ja. je vaak ik skeer ben geweest mm. mijn video's online drop mensen kijken daarna denk ik, ik ben desbalentie maar skeer gewoon skeer ja dus dat zien mensen niet en dat is dat ik weet dat is mijn training net als hoe messi de bal continu was aan het hoog houden nu messi is I'm into it man echt continu dat ik negatief kon zijn, dacht ik, nou, ik ga weer positief zijn. Lukt het me een weekje, een maandje, boem, Ging het misschien wel minder, maar ik bleef wel trainen. Trainen, 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 trainen. En dat maakt dat ik de voice ben. Als je zo praten, hè. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat meisje... Uh, die jou een beetje jeuk geeft, en jij geeft haar jeuk... dat zij jou het liefst zo ziet praten en dat zij zo erbij zit. Urenlang kan ze naar je luisteren. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat op een ik gegeven moment ook vermoeiend moet zijn. Als ze meekijkt, ik denk, ik denk, ik denk ja. het niet. Ik denk dat op een gegeven moment niet. ook wel van, van gaat zij weer, denk ik. Als dan je, dan denk ik dat ze ja. op een gegeven moment zegt ze zo misschien na 2,5 uur. En ja, nu hou je mond en ga je liggen en ga ik je verwennen Jij ja, gaat maar ik door. Ik weet het niet. Man, ik weet je doet het niet. Ik weet het niet. Ik blijf een man, hè? Volgens jou. Volgens ik weet het ook vol niet. Volgens jou stel je me aan mij de vraag. Ik weet niet. Ben je heterlijk? wil je het even bellen? er. sluit maar met de praten. Man ik heb een paar is. vragen worden. Ja, een paar vragen. Ik denk dat zij opener is. Dus. Nee, je geeft me veel. I love it. I love it. Alan. Yeah. je doet verliefd. Hè. even te zaken als je niet door. Ja, maar ik op een telefoon. Je hebt ja, Dus als je verliefd bent, hoe doe je? Zo? Verliefd toch? Yeah. Ja, lang <laughs> Ja, yeah, I love it. Ja, zo? Dit is <laughs> maar weer helemaal verlegen maken. Gewoon hier. Midden hier zo. Doe dit niet? Doe niet. No. We zijn real toch? We zijn ja, real bezig. Het is een, ik, een mooi gevoel like ja. It, ja, ja. Ja, ja, ja. En het is iets uh, waar ik dan best wel uh, jaloers is niet te goed word. Maar ik zou ook wel daar willen zijn. Ik gun het echt Ik kan in ieder het me man. herinneren. Is het vaag verleden? Inderdaad. Nee, ja. ik kan me niet herinneren man. Ik wil het me ook niet herinneren. Dit is, het go dit is goed zo. Ja, dit was het toch? Want je had het over toxic en uh, allemaal ja, ongezonde ja, ja, ja. relaties. Ja, ja. Wat was jouw meest... Ik ga dit even hier zetten. Ja. Meest toxic? Wat was jouw meest ongezonde relatie? En als ik die elke, vraag stel? Elke, elke. Nee, maar was eentje die echt de top nee, die de echt de elke hoofdprijs binnen had. Nee. Nou. Elke. Echt waar? Ja, ik had, ik weet toch als je die ringen kan hebben? Ja, ja. Dan was jij gewoon hier. Ik gewoon had die baling. Ik had alles. Baling. En een grote bijdrage had je ook aan de winst. De grootste, denk ik. Ja, echt waar? Ja, oh, ja, dat is wel, eerlijk. dat ja, is wel eerlijk. ik denk eerlijk. echt de grootste. Because jij was niet helemaal... Uh... Nee, ik had zeg maar... Juist omdat ik zeg maar zo ontwikkeld was. Het, is, het klinkt gek. Mijn mind had ik sneller ontwikkeld dan mijn emoties onder controle hebben. Mm -hmm. En het staan in mijn ziel en mijn lichaam onder controle hebben. Kijk... Het zijn allemaal vier onderdelen waar we uit bestaan als mens. Yeah. Je hebt je mindset, je hebt je emoties, je hebt je ziel, je hebt je lichaam. Mm -hmm. Mijn mindset was al succesvol, was al onder ondernemer en dit en dat, noem het maar op. Mm -hmm. Mijn emoties waren gebroken, 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 yes. gebroken. Mijn lichaam had ik totaal geen controle over. Lust, dit, dat, noem het maar allemaal op. Je ging los in je verleden, hè? No? Dat, dat idee krijg ik als je dit zo zegt. Ja, het is ma, ma, het was een feestje af en toe. Ja, ik, ik heb genoten. Geniet, geniet. Ja, ja, ik geniet. Dus ik heb weer... het feestje gemist, zeg maar. Nee, hoor. Nee, 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 nee. Het is bijna haast maar... disrespect voor wat ik zeg. Nee, maar het is maar, zeg maar, hoe je het bekijkt. Het is, het is, het is, het is jouw je invloed. Je hebt geleefd. Je hebt geleefd. Ja. Ja, ja het is niet geleefd. Ik heb gebroken gedaan. Ik vind dat niet leven. Ik hou van dat je het zo noemt. Ik heb liever dat nu iemand tegen me praat die zegt... Nu mijn leeftijd is en zegt... Yo, ik heb twaalf jaar al een gelukkige, dope relatie... Dat is je hebt geleefd, man. Ja, maar dat is een illusie. Nee, da daar gaat het mis. Dat je al denkt nee, nee, dat dat een illusie is. Dat is, dat is toch illusie. crazy? Nee, twaalf nee, jaar, jaar is. Uh, ja, maar, maar dat is al, dat is al crazy. Een mooi moment om vreemd te gaan. Dus ja. als ik terugkijk naar alles, ben ik gewoon in alles toxisch geweest omdat ik gewoon gebroken was en ik wist niet beter. Ja. En um, mijn mind was wel ontwikkeld. Dus altijd zei mijn mind me: nee, 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 nee. En toch deed ik maar je het. Mijn emoties waren niet realistisch. Maar ik wist beter. Goeie. En daarom neem ik de blame on me gewoon. Want ik wist wel echt beter. Goeie. Ja. Goeie. Ik ja. wist dat iemand anders gebroken was. Ik wist dat hij. Ik, ik wist dat. Beide gebroken. Ja. Je, je, trok, je trok elkaar ook aan. Nou, 100 procent, ja. Je had een type destijds toen jij zo in die vibe van je dingen was. Van je, in die fase van je leven was. Die type geen type. Stok, <laughs> je, ja, toxic. je krijgt flashbacks, volgens mij. Het is geen flashback. Het is gewoon van... Ja, het is geen... Is ja. Nee, maar het is een goeie. Het is, is, is goed om te erkennen En hoe jij het misschien zo uitspreekt, dat andere mensen herkennen... Wow, ik wist het niet, maar volgens maar mij zit het, ik ook maar, in maar een toxic Maar ik, ik, ik vind het jammer, omdat ik zeg maar... Heb je, je tijd verloren, vind je? Niet tijd verloren. Mm, <coughs> als ik zeg maar terugdenk, dan weet ik... Kijk, iedereen komt op je... Op je. Part om een reden. Ja, om een reden. En dan heb jij de keuze om te kiezen wat die reden wordt. En bij mij moet je voorstellen, omdat ik juist zeg maar door ben ontwikkeld en gedaan, weet ik dat sommige mensen die al lang de way in mijn leven zijn gekomen, echt gewoon bedoeld waren om hun verder te helpen en te pushen en te doen. Niks van relatie, niks van dit. Gewoon puur omdat ik al mijn mindset al ont, uh, uh, ontwikkeld had. Dus dat vind ik gewoon ergens wel jammer. En er zijn wel een paar die zeker zeggen: hé, hey, als ik niet met jou was geweest, was ik nu nooit. Laatst had nog iemand me binnen van. Hey, je hebt me echt verteld dat er meer was dan de, uit, dan de uitkering. Geen school, diploma, alles gaan halen. Dit, dat, zo, zo. Dus ik heb altijd That is, wel iets Dat is de ex van jou? Ja. oude ja. iets. Dus dat zijn wel dope dingen wat je dan te horen krijgt. Begrijp, van mijn opinie zeg ik, yo, ik was heel erg toxic. Maar ik ben altijd die, die positieve persoon geweest. Ja. Met mijn emoties en dat mijn ziel en mijn lichaam. in ieder geval. Begrijp je? Ja, ja, ja. En als ik dan dat niet had gehad ja. met die persoon, dan had je alleen iets moois. Je hebt, je hebt gewoon iemand anders geïnspireerd. Ja. En tot aan daar. Begrijp je? Ja. Hé, hey, ik begrijp je. Oké, okay, dan. Helder. En jij was toxic, dus? Ja. Dat gaan we laten gaan. Ja. We gaan nu positief praten. Dank je wel. Want je bent niet meer toxic, volgens jou. Nee, dat moet nog blijken. Nee, ik ik be, bel, bel die daarmee even voor me. Ik ben niet meer toxic. Oké, okay, je bent niet meer toxic. Nee. We, gaan, we gaan gewoon zeggen dat is waarheid. Je bent niet meer toxic. Klopt. Uh, wat is de mooiste kwaliteit aan jou als partner dan? Als partner, mijn mooiste kwaliteit. Mooiste kwaliteit. En welke kwaliteiten zijn er allemaal dan? Op wat voor gebied kwaliteit? Dat jij denkt dat het mooi is. Mijn mooiste als kwaliteit. Partner. Des ik denk is gewoon, mijn partner. Ik denk mijn zijn gewoon. Dit is makkelijk. Jawel, echt, 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 echt. En een beetje ja. arrogant. Nee, zelfverzekerd bedoelen we Ja. Ja, ik denk dat dat, dat, dat gewoon... Een, dus ja, diegene ja, ja. heeft van prijs prijs binnengesleept, is wat je moet zeggen. De hoofdprijs. Ja, maar, ja, maar ik toch ook. Ja, dat, dat, dat is dus de vraag. Jij ook, toch? Ja, toch. Dus jullie hebben ja. beide gewonnen. Ja, toch. Oké. Okay. Een baling. Hé, nee, biljonair nee, ja. lobby. Ja, ja. Ja, ja. Maar doe even sportief. Een, een goede kwaliteit voor jou als sport. Um, ja, dat. Gewoon, ik denk gewoon dat ik okay. gewoon altijd, wel, altijd okay. wel positief ben. Jij bent een real, bent een real chick. Wat is een mindere kwaliteit van jou als partner? Mm. Vandaag de dag, hè? De nieuwe, nieuwe des. Oké, okay, kijk, maar nu lijkt het weer tegenspraak. Ik heb veel geduld en ik heb heel weinig geduld. En met heel, heel weinig geduld is het... Ja, ja, ik denk misschien dat. Ja, ik denk dat weinig geduld is. Je hebt veel geduld en weinig geduld. Ja. Dus die veel geduld is in het algemeen... Van mijzelf ja. kan ik het goed omschrijven. Oké. Okay. Ik heb heel veel geduld. Ik heb totaal geen geduld met mensen. Met mensen heb ik geen geduld. Nee, ik heb... Met wachten op dingen en momenten geduld. Maar met mensen. Nee. Ik heb juist met mensen heb geduld. Heb je geduld? Ja, ik vind dat ik met mensen geduld heb. Maar dan weer in die kleine dingetjes weer van ja. Oh, juist omgekeerd. Ja, toch Juist in is... jij wil hier en ik oh, kan niet wachten tot ik. Ja, bijvoorbeeld geef mijn telefoon. Ja, geef mijn telefoon. Je weet toch zo. Oh, ja. Gewoon van. Doe rustig, de telefoon komt eraan. Oké, oké, oké. Ja, ja die. Ja, Oké, ja, <laughs> ja. ja. oké, okay, okay, dus dat is het minder. Je bent ongeduldig. Ja. Oké. Okay. That's it. Is er nog iets waarvan je zegt van. Als het er niet is, is het er niet. Dan, ben je, dan gaan we terug naar die, nee, wat... naar die love quote van mij. Ja. Dan ben je haast perfect. Dan ben jij niet wat ik zei. Dus je bent het je als bent partner het niet, of ik niet. Ik ben waard. wel compleet. Wat zeg je? Ik ben wel compleet. Hey. Ja, perfect is jouw benaming, maar ik noem mezelf ja, wel compleet. compleet. Je vindt jezelf compleet. Dat is beter. Nee, maar I love, it. het is goed als je dat over jezelf kan zeggen. Want je hebt ervoor gewerkt. Je hebt er dingen voor moeten meemaken. Trauma, nee, toxic shit, zeg. al die dingen. Alles. Ja, ja, ja. Huilen, janken. janken. Alles, man. Laatst nog, want dit is Therapie. Laats. Alles, man. Therapie is belangrijk. Alles, alles heb ik, alles door doorstaan. Ik, ik, ik sta erop om therapie in Gillies Loveline vaker te benoemen. Want het is iets wat wij doen alsof je dan gek bent. Ja, maar je moet wel. Dat je niet training. Maar het je moet met de externe praten. Maar het zorgsysteem ben ik niet zo super trots op als het neerkomt op mentale gezondheid in Nederland. Ja. En dan moet ik dit correct verwoorden. De reden waarom ik dat zeg is omdat we de. Druk niet aan kunnen van de behoeften van de mensen. Zeker deze laatste tijd met corona dus het en shit. Dat betekent dat de wachtlijsten en de wachtrijen super lang zijn. Maar Als guess jij what? En verzekerd. Klopt, dat wil ik net verzekert. zeggen. Als je money hebt, is ja. het een ander verhaal. En nu zie ik dat heel veel mensen bijvoorbeeld bij mij aankloppen. voor één-op-een coaching of dit of dat, dat. Maar de situatie die ze hebben, wat ga je zeggen tegen iemand die hulp nodig heeft? Ja. Maar diegene zit in schuldsanering. Wat gaat diegene jou kunnen betalen of kunnen doen? Ja. Geef je bedoelt, Dus ik merk gewoon van oké. Okay, er is echt een, 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 een hulpvraag, gewoon letterlijk, als het neerkomt op mentale gezondheid. Mm -hmm. Maar dan nu, als jij ook niet eens een beetje assertief bent, dus dat jij gewoon een beetje achter je zaken zit, ja, ja. dan komt die afspraak negen van de tien keer niet. Want jij moet nabellen naar die instanties, van ja, ben ik ja, al, dit dit dat, true al Dit is Maar als je daar, daar gaat dan mis bij de meesten. Kijk, en op het moment dat ik... Jij zegt real ik, shit. Jij op het moment dat shit. ik therapie had, mijn eerste les, mijn man vraagt wat ik allemaal doe en ik vertel gewoon hoe ik ben. Precies hoe ik met jou praat. En hij vraagt me nog even, wat wil je op? En ik benoem het. En de tweede les zegt die man gewoon tegen mij, therapie van, eigenlijk moet jij mij therapie geven. Je hebt al een hele boek geschreven. Je. En ik geloofde mijn oren Ik geloofde nee, dan oren ze niet. hem ontslaan. Nee, 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 maar, maar dat is in het algemeen. Ja. Van, weet toch, dus, therapie is goed, maar ja, yeah, ik snap ook wel dat die proces je moet staan in dat proces. La, 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 Laat me het voor je invullen, want wat zij zeggen is dus, kom hierop neer, die keel beviel niet. Weet je wat je dan moet doen? Vraag gewoon een nieuwe. En dan weer om een nieuwe, om een nieuwe. Totdat dat je wel is, eentje vindt is, waarmee ja. je ziet van hé, hey, die maar, klikt wel. Maar voor mij had ik al zo'n gevoel van therapie. Als ik je zeg, ik heel... wil het niet zeggen. Ik wil het niet zeggen, maar ik ga het toch zeggen, omdat we het erover hebben. Uh, ik was een keer in een therapiegesprek, omdat ik kon vroeger niet slapen. Okay. In soms niet, ik kon niet slapen. Uh, allerlei testen gedaan. Uh, <laughs> ik moet lachen, omdat die keel zei tegen jou: Jij moet mij, uh, ja, 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 jij moet mij helpen. De, de... Weet je wat die smart tegen mij zei? soms zo'n real shit. Jij spoort niet. Dat zei ze yes, Ja. Mind you, er uh, was een klik en lachen en denk ik, we had dus, hadden dus zelf heel gezellig kunnen maken. En daarom voelde zij zich vrij om zo'n grap te maken van jij spoort niet. Maar achteraf ging ik denken, ik zeg: Oké, okay, dit ben ik. Maar dat is wel heel vreemd om te zeggen tegen een cliënt. Ja, ja, ja zeker. Maar die uh, klik was ook vreemd. Maar hoeveel mensen zijn al... Ja, al niet bekwaam genoeg al om wat jij zegt. Oh, ik kan uh, iemand anders, deze klik ligt er niet. Dus gewoon, ja, deze man ligt er niet mee, Ja, fuck it, up. Dan moet je nu nieuw, nieuwe vragen. Ja, maar zijn, dat is ja. die, die mindset En daar die heb je het over hebben. assertief, inderdaad, want het zit ook hierin. Ja. Het zit ook hierin. En uh, ik ben hier gaan wachten op ik een puppy probeer... Dus Ik ben boeken gaan lezen, ik ben nieuwe dingen op. gaan promoten. Maar, maar misschien dat heeft, die ding, je heeft dat ding je gepusht om te zeggen: van... Weet je wat, ik ga zelf van dit, hoe dan ook. Het heeft, Links, euh, links of rechts om geholpen. Nee, dit altijd al zelf, maar ik wilde de therapie een kans geven. Ja, omdat we moet, juist van een. Je, heb iemand, achtergrond je hebt iemand, iemand nodig ze waarmee, waarmee je geen emotionele band hebt. Het ja, is toch? goed om zo met iemand te praten. Ja, ik raad ook echt iedereen therapie aan, maar Wat daarentegen meen. moet ik ook zeggen: ik raad je ook aan om echt door te blijven zetten. Wanneer. Weet toch? Dus dat, dat, en, en, dat. En, en dat wil en ik nog onderbouwen. Dat, dat ik wil dat is Ik moe hier in Nederland. Want dat is die Tori. Je kan ook niet verwachten dat die mensen jou wakker komen bellen... uit je bed komen halen en in die bank zetten. Jij moet initiatief nemen. Maar als jij echt nemen, depressief bent, je jij kan moet echt initiatief. niet meer. Ja, dan lukt jouw, dat niet. Jouw, weet ik wel, jouw ah, kind ah, verloren of jouw... dit. Klopt, dat Je klopt. kan niet, je kan niet. En nu is er daar een droplul aan de telefoon. Ja. die gewoon geen zin heeft om ze weg te nemen. Ja, zoom, doen. maar dat is ook zelf, deze tijd. Maar ja. Eerlijk, dus dan moet jij als persoon zijn. De, hey, of je moet een goede vangnet hebben. dat andere mensen die shit voor je doen. Laten geven. we ervan uitgaan dat, dat je dat niet hebt. Dan moet je het zelf echt, echt doorpushen. Ja. Therapie is goed, maar je moet het wel doorpushen. Maar je moet weten wat therapie is. Dat het niet een wondermiddel is. Het is een poging tot. Weet het is je? gewoon een tool, toch? Het is, het, het, het is een poging om te kijken of die tool werkt voor jou. Maar je moet het wel uitproberen. Uh, en, als, en als die... Want het is een mens. Als dat niet klikte, proberen anderen. Proberen anderen. Proberen anderen. Totdat het wel lukt. Ja, ja Dom? Ja. En heeft het ergens voor jou iets gedaan? Um, nee, het was gewoon voor mij meer een bevestiging. Van, weet je... Het is oké. Okay. Ik was altijd al van overtuigd van... Nou, ik heb niet per se therapie nodig. Ja. Maar ik wilde het toch een kans geven dat ik er niet in ben gestapt. Van, ja, ik heb het niet nodig omdat je het vanuit ego zegt. Ik ja, heb ja, ja, het echt ja, ja. niet nodig omdat... Hey, het niveau waarop ze dat het uitleggen. Het is niet voor jou, zeg het maar. Het is niet voor mij. Ik ben, al, ja. ik ben al veel dieper dan dat. Ik, ja. ik kan hun letterlijk uit, en uitleggen. En ik wil nog één ding erbij zeggen. Ik wil nog één ding erbij zeggen. Uh, uh, want zoals je ziet, neem ik deze topic uh, niet speciaal voor mezelf, maar ik heb mensen om me heen. Uh, waarbij deze topic belangrijk is. Ja. En dan zeg ik. Het zou ook mooi zijn als je iemand hebt die je begrijpt, en daarmee bedoel ik. Het zou mooi zijn als je iemand zou kunnen vinden die op jou lijkt. Want dat is ook mijn dingetje. Hanneke uit Friesland gaat bij, niet met mij met de beste education die zij heeft gehad. Gaat niet met jou kunnen levelen. Die de brader heeft kwijtgeraakt, die die heeft kwijtgeraakt, die dat heeft meegemaakt, die dat heeft meegemaakt. Is, zij heeft geen understanding about dat, niet eens een beetje. Dus... Is dat, is dat per se zo? Ik denk dat. Mm, Maakt niet uit wat ze heeft gestudeerd. Die, voor, die, die, die voorstelling kan zij nooit hebben. Nee, maar je kan je sowieso niet de voorstelling bij anderen hebben. Maar ik weet niet per se of je. Um, dus er moet een soort van. Er moet gewoon openheid zijn. En helaas zijn heel veel uh, mensen die in zulke posities zitten. Die doen het echt vanuit hun professionaliteit. Juist. En daar is, kijk, als je therapie kiest, dan weet je... oké, okay, jij moet gewoon daar gaan praten en diegene gaat je aansturen en zo. Maar als je gewoon kijkt naar scholen en jongerenorganisaties... en dat soort uh, plekken, zijn er vaak heel veel mensen... die daar vanuit hun professionaliteit werken met jongeren... en ze weten niet zo goed met de jongeren om te gaan... omdat ze niet open zijn begrijp je? Jij als jongere hmm. moet jou vertellen hoe die is opgegroeid op dit, dat, dat. Maar weet die jongere hoe jij bent opgegroeid en waar jij vandaan komt en wat dit? Dat is? En zegt nee ik moet binnen mijn professionaliteit en daar ben ik het weer niet helemaal mee eens. Dus dat is dat al goeie. een beetje waar het mee begint. Want ik heb gewoon een klik met iedereen of nou met een Marokkanis een Chinees is een witte persoon is iemand met miljonair is iemand die broke is ja. omdat ik open gewoon ben. Dus ik zie dat ja, dat, 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 dat verbindt. Dat is een klik. Maar hier hebben we het over dat jij in een kwets want jij bent, je bent zo conny, toch? Zo slim. Je weet dingen, je praat. Je geeft heel veel motivation. Maar ook jij hebt kwetsbare momenten. En ook, en ook jij hebt dus extra nodig van hé, hey, jij weet al. Je hebt al besef over motivation. Je hebt al besef over hoe je zelf moet kunnen helpen. Maar op dit moment lukt jou het niet. Dus je hebt een extra soort behandeling nodig. Ja, wat? maar ik heb ook wel. Klik denk ik, is leuk. Ja, maar ik weet ook wel naar wie ik ga weer voor mental coaching. Moet, ik weet van okay. waar ik gewoon wanneer ik weet van ik heb voeding nodig, ja, ja. weet ik wat ik moet doen. Oké. Okay. Ja. Nee. Uh, belangrijk, belangrijk dit gesprek, belangrijk. Self love, self care. Uh, ja man. Ja. En als ik dan, uh, 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 je, ben, je, ben, je zei al, je bent 32. Mm -hmm. Je zei het zelf. Ik heb er niet naar gevraagd. Ik ben 32. 32, inderdaad. Uh, ervaringen. En je, je hebt de intentie om, uh, ik zei het al, mensen te willen helpen en te motiveren. los van je uh, dream of visie om biljonair te worden. Heel groot. Ik plaats het om heel groot te worden. En wat jij wilt doen met dat succes, dat heeft nog een diepe vaal. Een nieuwe show die ik ga creëren, kunnen we misschien dieper erop ingaan. Maar als ik jou nu het podium geef om te zeggen: van, hé. Hey, Laten we proberen op dit moment dan jonge meisjes of vrouwen algemeen te helpen. Wat zou jij zeggen als het aankomt? Laten we het houden op liefde. Laten we bij het thema blijven. Liefde relaties. Jouw eigen ervaring meegenomen en de fase in waarin je nu bent. Wat voor tips zou je geven? Motivation. Tip, inspirerende uh, woorden van des. Mm, ik denk algemeen dat je echt op een punt moet zijn om van jezelf te houden. Dat klinkt zo cliché, maar pas als je van jezelf houdt en om jezelf geeft en je eigen waarde kent, dan ga je dat ook willen voor jezelf. En op het moment dat je dat wilt voor jezelf, ga je niks anders wat jouw pijn, verdriet of teleurstelling doet accepteren. Maar op dit moment hebben wij zelf nog geen zelfliefde en waarde, Dus accepteren we bij een ander dat we pijn, verdriet en teleurstelling voelen en denken we dat het erbij hoort, terwijl dat is niet de bedoeling. is. Mm -hmm. En dan kan ik per doelgroep ook nog advies geven, want dit is meer algemeen. W wanneer wist jij dat jij meer verdiende? Um, nogmaals, ik heb het altijd geweten, in de zin dat ik hierboven ja. al altijd al positief was en heel goed wist van wat klopt en je ziel die weet het ook hè. Het is niet iets uh, lichts, een ziel. en Maar emotioneel. Oh. dan ben het. ik echt daar op het punt gekomen? Ik denk echt dat het iets is van... Sinds mijn laatste breakdown is het wel echt goed... nu erin gaan zitten. En he, dit is ook weer een proces, hè? Ik wil... Ja, 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 precies. Ik zie vandaag is ook... Oh, ja, moet, maar vorige week waarschijnlijk... was ik een hele andere persoon, hè? Ja. Nou, ik, keep, ik ben gewoon... Dus is, keep, het is nu niet van oh, dit is mijn final. Nee, 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 nee. nee maar ik ben maar als je me volgende benoemd. week spreekt, dan ben ik weer ergens anders met mijn mind. Maar ik blijf doorgroeien, doorgroeien, doorgroeien. doorgroeien. Ja. Ja. Ik like heb it. geen eind, eindstation of zo. Dit is een make it. Ik heb het niet gemaakt met, met, met wat. Ja. Ah. Uh, op je vision board. En je hebt daadwerkelijk een vision board. Hè? Uh, ik had een vision board, en om eerlijk te zijn, de dag dat mijn Broer kwam te overlijden, heb ik hem van de muur afgetrokken en verscheurd. Maar ik draag hem wel gewoon echt in er, mij gewoon. En zijn teleurgesteld in het leven? Ja, zo, zo, zo. Ik wilde niks meer weten. Laat me je vragen, want ja. je net begon over je hoofd als getuige... dat je het leuk vond om met uh, wachttorens daar rond te lopen. <laughs> teleurgesteld in Gado? Um, in alles. In alles. In alles. Dus ik was teleurgesteld in... Noem het maar op. Alles. N alles viel weg. En vanaf het moment dat alles weg is gevallen... Had ik geen houvast meer. En in die houvast, dat is voor mij letterlijk die drijfzand. Dat is het gaan worden. Want normaal gesproken heb je nog een idee van. Je begrijpt het nog een beetje. Je begrijpt God. Of je begrijpt het leven. Of je begrijpt mensen. Of je begrijpt alles. Maar op dat moment begreep ik niks meer. Dus niks meer. En dat heb ik echt vanaf toen, zeker anderhalf jaar denk ik. Een jaar iets langer zo volgehouden. En toen kwam een breakdown. Van nou, zo kan ik niet langer gaan. Van hoe kan ik nog steeds niks begrijpen van. God wel niet dit dat zus zo en yes. ja dat is een en beetje. Waarom? Ja en dat is nu wel. Want ik heb er moment... echt zoiets van. nou ik ben nu wel zeker van mijn zaak. Van ja, een stukje God mag iedereen zelf weten wat ze daarmee doen. Maar ik weet hoe krachtig de ziel is en hoe goddelijk mijn ziel is. Hmm. En daar ben ik gewoon in gaan staan. Die religie is heel mooi op ons geprojecteerd. Want ik heb met bewondering gekeken hoe jij praat over uh, uh, je broer hij Was geliquideerd en hoe je daar praat en ik kijk en ik denk. Ik wil niet eens dat voorstellen, natuurlijk, maar ik denk: Damn, hoe lukt dat? Hoe lukt dat? Ja, maar ik denk dat die dat die. Dat, hoe moet ik het zeggen? Klinkt misschien gek. Maar mijn, mijn broer, mijn moeder, ik. Elke betrokkenen van ons gezin, onze ziel heeft deze reis uitgekozen. Ah. Dus klinkt misschien gek, maar ik. Hoe moet, dat, dat zeg ik altijd vaak als ik in uh, jeugdgevangenissen ben. Dan praat ik met die jongen zeg ik luister. Jij kan gangster zijn. Jij kan vastzitten, niet snitchen. Jij kan doodgaan, maar is je moeder ook gangster? Is je gangster. zus en je broer ook gangster? En niet gangster met, weet ik veel wat, maar dat ze blijven staan in het leven. Yeah. Dus mijn broer wist gewoon van, nou, mijn moeder is goed. Mijn zusje ook. En daarom sta ik. Ik heb een moeder die abnormaal krachtig is, man. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ah. 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 Yeah. De, de krachtigste vrouw, man. Dat is echt mijn moeder. Ja, mijn krachtigste. I love it. Mama. Lobby voor mama. Duizend, duizend, duizend. Yeah. Des. Yes. Verliefde des. <coughs> de, uh, relax. Mm -hmm. Hou je het binnen? Ik slik mm -hmm. het op, hoor. Ik, I don't like to waste uh, things. Hey. <laughs> Check. Uh, ik zeg dat omdat uh, andere fases dus van je leven. Je gaat voor je goals en shit. Waar moeten we op letten? De komende nee. tijd voor jou. Promoot jezelf. Eh, I'm rooting for you, hè? Hé, de basis. Ik denk dat je nergens op moet letten. Ik denk dat ze gewoon. Je hoeft er niet eens op te letten. Het komt, het komt gewoon. Dat denk ik gewoon. Ja. Hou me in de gaten, that's it. Of niet? Je hoeft me niet eens in de gaten, gaten, te, in de gaten te houden. Je hoeft me niet eens in de gaten te <laughs> houden en ik kom. Of in je zicht, of dat je gehoor, of je denkt gewoon aan Maar hoeft, ik, ik hoef je niet eens te zeggen. Maar ik kan je wel zeggen van, net zo um, zeker als dat ik weet... dat ik heel hard heb getraind om nu gewoon te kunnen zeggen van... hé, hey, ik ben de beste spreker. Zo zelfverzekerd wil ik ook gewoon kunnen zijn als het neerkomt met... hé, hey, ik ben de beste artiest. Dus daar zit voor mij uh, nu gewoon alle focus en wat ik echt wil... zit hem daarin, van hey. Ja. Maar muziek en spreken en dan. En dan wordt het, en dan, dus als ik het goed heb begrepen, uh, als je gaat schrijven wordt het dan niet dus uh, wie zal er van me houden, aan uh, wie zal ik denken. Nee, maar toen Fuck die bitches, ik ben binnen. <laughs> Big desk, ik ben alles komen in. Nee. Heel anders, ja, maar nee. maak je geen grap. Nee, Oké, okay. Ik ben er. Ik ben er. Ik ja. kom, heel stoer allemaal, maar komt die verliefdheid, komt die ook erin? Of was, of was dat eerlijk, exclusief voor Guillermo's love line? Nee, eerlijk. Ik heb nog nooit. ja dan ga je gewoon... nog zingen. Ja, straks ga ik nog liefdesliedjes. De eh, hele serenades. Maar en echt. Uh... Ik heb nog nooit van mijn leven en liefdes iets geschreven of geuit. Hey. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het was zo corny. Dus ik weet niet of dat, zeg maar. Sommige mensen zijn niet per se voor dat. Tenzij zij het ook op een gangster manier brengt, bijvoorbeeld. Dan zou ik het bijvoorbeeld klinkt stom, maar meer als concept willen. Samen met een guy die super doop rept. En dat je daar weer een concept van maakt. Van, weet ik veel, Bonnie en Kleid, iets of zo. Maar dat ja, ik hou van je of niet. Dat is niet, ik denk niet dat ik dat, dat, dat nee. You sure. Ik, ik ben niet de persoon, nee. Nee. Okay. Dat is niet mijn thema. dat is ook niet per se over, weet ik veel, sommige dingen, dat hoor je mij niet op. Je hoort mij niet over homoseksualiteit praten. Je hoort mij niet over, hoe heet die dingen praten? Black pro, dit, dat. Je hoort mij over bepaalde dingen gewoon niet praten. Omdat ik gewoon vind, hé, hey, er is voor alles een. Een, een, een pionier of een vechter en ik hoef niet aan de frontlinie van en alles te staan. Waar praat jij over? Je ziet aan waar praat ik over? Aan welke frontlinie sta ik? Dat je het zeker weet van daar. Waar praat ik over? Ja, dan vraag ik je. Dat, dan vraag ik jou. Ja, ik weet je bent van de inspiration, maar op muziekbasis was het wat anders, hè? Nee, nou, op muziekbasis, maar wat gaat je inspireren bij, je, bij mijn muziek? Is het zozeer mijn tekst en mijn inhoud? Ja, maar wat je gaat inspireren is hoe ik alles wat er maar bestaat kapot ga maken. Dat gaat je inspireren van. Dat fuck, ze maakt helemaal me kapot met de muziek. Ik word bang. Waarom word je bang? En een beetje geil. En dan hou ik op, want ik weet dat die verliefde dame meekijkt. En ik ben all about yes. respect, maar ik ben ook about yes. eerlijkheid. We gaan je slopen. Ja, je, we nu ga je gaan, zo, gaan we beide slopen. We gaan je zo slopen als je zo doorgaat. is wat ik wil. Dat is wat is al, ik probeer te creëren. Is al, is al, je, je, je respecteert al niet. Het is al te slopen hier in die, die oekhoe, gewoon paf, paf, toef. Snel, snel. Don't get me wrong, it's all about respect. En hé, hey, lobbyman, dat je bent gekomen en hebt laten zien van it. jezelf. En dat ik dus vooral omdat je uitlegt over die poko. dat je me eigenlijk een soort van exclusief hebt gegeven. Als in uh, uh, hoe je voelt. En die, en die, en die lach die je man niet kan verbergen zodra we het hebben over ze heeft geen naam. So uh, I appreciate it. En ik wens je ook veel uh, succes in de liefde, en je goals, en die vision board. Zet hem weer op. Want waarschijnlijk heb je. Uh, ik hoef hem nu op te zetten. Ik moet, er gewoon ik moet hem gewoon leven. Een nieuwe maken toch. Nee. Je, je hebt een ik paar goals al gehaald, neem ik aan, of niet? 100%. Ik, 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 je moet alles gewoon zijn. Dus ik ben ja. alles al wat ik zeg dat ik ben. Ik ben het. Ik vind je tof. Ik vind je ook echt tof, GitHub? Ja? het ja. is een lobby. Ja, appreciate it. Thank you very much. Appreciate you. Hey, lobby vibes hier. It's all about love. Ik zeg ook altijd: if it ain't about love, it ain't about nothing. Want je kan uh, money achterna chasen, een grote carrière uh, aan je principes vastzitten. Van, ik pik geen shit en dat soort zaken niet. Maar kijk wat met je gebeurt als je verliefd bent. Je verandert. Voor de positive. This is a beautiful thing. Uh, ik ga je bedanken voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Gilly's Love Line. Ik zie je graag weer bij de volgende date. Yeah! Kom dit op YouTube? Gewoon ja? ja, nee, nee. kom zo. Dit? Ik ben binnen in mijn auto. Nee, nee, kom dit? dit op YouTube? Komt kom dit op YouTube? Dit komt op YouTube. Oké, okay, dan moet je toch zeggen. Duimpje omhoog, man. Laat oh, hey, de opmerking hey, hey. achter en deel het of zo, man. Doe het voor me, doe het. Voor I, swear, me. I just read the love, Gilly. I just did it. Oké, okay, okay, nee. Kom Inderdaad. op, man. Duimpje omhoog, Gilly. Ik dacht dat we klaar waren. Wat ze even, gelijk, ik ben het vergeten. Let maar op, let maar op, let maar op. Let op. Oké, okay, let's go. Ik voel aan mijn water... dat jij nog steeds aan het kijken en luisteren bent. Show me some love... En like deze video, share deze video, abonneer op ons kanaal. Check ons op Facebook, Ebony View. En als je vragen voor mij hebt en Lobby met mij wil doen, dat kan. Ik ben bereikbaar via @gilirutu op alle social medias. En hier zie je waar je me kan liken en shit. Scherp, scherp. Je bent inspirerend. Thank you, you gotta believe. Hey, it was lovely vandaag. Thank you, appreciate it. Bless. You. Yeah.